Goed, dames en heren, de vergadering is geopend. Ik deel de vergadering mee te verontschuldigen zijn inkomende volgende leden. De heer Jan Hofkes is afwezig wegens ambtsverplichtingen. Mevrouw Idrissi en mevrouw Saai zijn afwezig wegens gezondheidsredenen. En mevrouw Ann Moerenhout is afwezig wegens moederschapsverlof. En niet zwangerschapsverlof. Verschillen. Dames en heren, de lijst met de ingekomen documenten en mededelingen werd op de banken rondgedeeld. Dames en heren, het uitgebreid bureau heeft op 26 augustus 2014 beslist aan de plenairvergadering voor te stellen voor de zittingsperiode 2014-2019 12 beleidscommissies en 6 specifieke commissies op te richten met de volgende naam en bevoegdheden. De commissie voor algemeen beleid, financiën en begroting, waaraan ook de aangelegenheden communicatie en woonbonus toekomen. De commissie voor bestuurszaken, binnenlands bestuur, inburgering en stedenbeleid, waaraan ook de aangelegenheid decreetsevaluatie toekomt. Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand. Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed. Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid. Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn. Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken. Commissie voor Onderwijs, Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. En tenslotte Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen. En de 6 specifieke commissies zijn de Commissie voor Reglement en Samenwerking, de Commissie voor de Vervolgingen, de Deontologische Commissie, de Controlecommissie voor de Regeringsmededelingen, de Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven, de Vlaamse Controlecommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte. Het uitgebreid bureau stelt vast dat de beleidscommissies zouden zijn samengesteld uit 15 vaste en 15 plaatsvervangende leden. Het uitgebreid bureau stelt bovendien voor een vertegenwoordiging af te vaardigen naar de Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie en de raadgevende Interparlementaire Binnenluxraad. Is het parlement het hiermee eens? Dank u wel. Dames en heren, de orde is de verkiezing van de leden, de voorzitters en de ondervoorzitters van de commissies. De lijst met de door de fracties voorgedragen vaste, plaatsvervangende en toegekende leden, voorzitters en ondervoorzitters, werd op de banken rondgedeeld. Vraagt iemand hier omtrent het woord? Nee, dan zijn de commissies en de vertegenwoordigingen de Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie en de raadgevende Interparlementaire Binnenluxraad al dus samengesteld. Dames en heren, de orde is nu de bespreking van de verklaring van de Vlaamse regering betreffende de algemene maatschappelijke situatie en betreffende de krachtlijnen van de begroting 2015. Meneer Zoska, u vraagt het woord. Ja, voorzitter, gezien dat dat ook de geplogenheid is, zou ik graag bij hoogdringendheid een voorstel van resolutie op de agenda zetten. Ik plaats de hoogdringendheid op de agenda. Dat is het stuk 103, voorstel van resolutie van Wouter van Bezien en mezelf, betreffende de organisatie van een hoorzitting met het middenveld over zijn visie op het beleid voor de komende zittingsperiode en over de gevraagde besparingsinspanningen. Wij zullen daar in de loop van de zitting over beslissen, meneer Zoska, zoals naar gewoonte. Meneer Janssens. Ja, voorzitter, bij ordemotie zou ik graag het woord vragen over de werkwijze van de voorbije maandag over de tekst van de septemberverklaring. Terwijl de parlementsleden geacht werden hier aandachtig te luisteren naar de toespraak van de minister-president, bleken de journalisten al over de tekst te beschikken nog voordat de parlementsleden ervan in kennis werden gesteld. Ik zou toch denken dat een minister-president hier prat op gaat, dat hij een hoge of een grote parlementaire reflex heeft, dat je beter mag verwachten van zo iemand. Ik zou u dan ook willen vragen dat u erop toeziet dat dat in de toekomst niet meer gebeurt. En ik zou ook de minister-president uitdrukkelijk willen vragen om altijd voorrang te geven aan het Vlaams parlement. En twee, meneer de voorzitter, ik begrijp dat er tussen de meerderheidspartijen in dit parlement een afsprakennota is ondertekend die hun eigen leden, die de leden van hun fracties quasi aan de ketting legt. Ik moet vaststellen dat we na de opera van de voorbije maandag, dat we met dergelijke afsprakennota hier in de toekomst, in de komende legislatuur, blijkbaar alleen nog maar een politiek amateurtheater tegemoet gaan. Nu, ik weet niet, meneer Janssens, of dat... Ik weet niet of dat laatste stuk een vertrouwelijk stuk is, maar je kunt altijd dan beroep doen op de vertrouwelijke stukken en dan zal ik dat vragen aan de 3 fractieleiders als dat ter beschikking stellen. Maar goed, dat moet je maar met die fractieleiders zelf regelen. Hè. Ik ken die afsprakennota ook niet.
En wat uw eerste vraag betreft, ik meen dat wij om 3:15 zowel de toespraak als de financiële gegevens op de website van het Vlaams parlement gezet hebben. Alleen hebben wij toen, meneer Sunterbeen, mag ik even uitspreken alstublieft, alleen denk ik dat we in het vervolg dat rechtstreeks zullen mailen aan de 124 volksvertegenwoordigers. Maar we hebben het wel tijdig ter beschikking gesteld. Ik had het trouwens ook met de minister-president als dusdanig ook afgesproken. Maar ik geef wel toe dat we de fout gemaakt hebben. We hebben op de website gezet van het Vlaams parlement, dus het was onmiddellijk openbaar. Maar we hadden daar misschien de volksvertegenwoordigers onmiddellijk moeten op wijzen. Ik zal daar vervolg op letten, uw opmerking wat dat betreft ook meenemen. Goed, dan hebben we afgesproken dat de SPA-fractie als eerste spreker aan de beurt komt. Meneer Combé, we kijken vol spanning uit. Spreektijden zijn voor elke fractie 1/2 uur en voor meneer Van Eyken 5 minuten. Goedemorgen, voorzitter. Beste collega's, heren en dames ministers, meneer de minister-president. Ik vraag me af op welk moment precies dat u de Vlamingen als een lastige kostenpost bent beginnen zien. Mensen zijn ongerust en ik vind dat begrijpelijk. En gisteren deed u daarover een erg vreemde uitspraak. U zei, er zit geld achter de protesten tegen de besparingen. En ik vind dat u daarmee een toon zet die eigenlijk bij Vlaanderen niet past. En eigenlijk al helemaal niet bij een minister-president, iemand naar wie men kijkt. Hoezo, er zit geld achter? Dat is eigenlijk een uitspraak die gebeurde na de bankencrisis. Een paar bankenbonzen zeiden net hetzelfde toen het protest begon. Tegen die bankencrisis, toen zeiden de bankenbonzen, er zit geld achter. Er stonden hier maandag 340 verenigingen, hier rond het parlement. Dat is bij mijn weten nog nooit gebeurd. Ze stonden voor de deur met een boodschap. En die 340 verenigingen vertegenwoordigen een groot stuk van Vlaanderen. Het is waar, VOCA stond er niet bij. De banken stonden er niet bij. De aandeelhouders waren niet mee. De renteniers ook niet. Maar een veel groter stuk van Vlaanderen was hier vertegenwoordigd aan uw parlement. En ik ga voor een stuk van mijn spreektijd een van de mensen die maandag het woord nam daarover, een van de mensen naar mijn smaak, achter wie er soms iets te weinig geld zit, hier eens brengen wat zij zei. Ik heb in tegenstelling tot u het gevoel dat die mensen gewoon bezorgd zijn, verontrust zijn. Meneer de minister-president, mevrouw de vice-minister-president Krevits, ik zal beginnen in haar tekst, ik zal het niet helemaal voorlezen, op een moment waar u het sentiment zal herkennen. Zij is een coördinator van een jeugdhuis en ze zei het volgende. Ik heb, hoewel opgetrokken uit West-Vlaamse katholieke klei, weinig op met die zelfkastijding. Die vibe van iedereen moet het voelen. Dat masochisme mogen ze houden, samen met hun gebrek aan levensvreugde, hun gebrek aan empathie en solidariteit. Ze mogen hun perverse idee dat we op zorg, op geluk, op ontmoeting nog kunnen besparen, houden. En ook al zie ik het mechanisme van ons eerst murf slaan met een doemscenario en dan sussen dat het wel niet zo'n vaart zal lopen, ook al zie ik dat doorzichtig mechanisme van een half pakje slaag. En toch laat ik me er al aan vangen, dat gaat dus echt snel. Want in mij piept ondertussen ook een klein stemmetje, please, laat mij gewoon verder doen wat ik nu doe. Laat ons wachten op de cijfers, de echte cijfers. En dat is gevaarlijk, want daarmee berg ik de vele ambities en die van en voor mijn jongeren op. Want het gaat hier niet over mij, het gaat vooral over zij die hier niet zijn. De kinderen, de tieners en de jongeren. Die nog veel minder dan ikzelf een schuld hebben aan de crisis. Het gaat over zij die niet weten wat hen boven het hoofd hangt en zij die al lang in survival modus zitten. Zij die al in de touwen hangen. En ik zie nog een ander pervers mechanisme. Dat verheffen van uitzonderlijke excessen tot de norm, om daarna een verworven sociaal recht uit te hollen.
Er zijn rijke bejaarden die de bus nemen. Wat een schande. Haar woorden. Onder het mom van eerlijk en billijk te werk gaan. Wij gaan de echte armen helpen. In plaats van jullie die de valse armen in slaap wiegen. Om jullie eigen bestaan te verantwoorden. Ik wil verder doen waar ik elke dag mee bezig was. En dat is een plek creëren waar verschil de norm is en er complexloos van de ene naar de andere taal wordt overgeschakeld. Waar iedereen zorgt voor elkaar, waar de groep jongeren boven zichzelf uitstijgen. Waar we elke dag met vallen en opstaan bewijzen dat het wel kan, een solidaire en diverse samenleving. Tot daar haar woorden, meneer de minister-president. Coördinator van een jeugdhuis, volgens u, waar het groot kapitaal achter zit om de onrust aan te wakkeren. Dat is maar een deel van wat ze maandag zei. En ze zei dat mensen die dagelijks bezig zijn met jeugd iets moeilijker te vatten zullen zijn in uw tering naar de neringsstatistieken. Ze zijn iets moeilijker uit te drukken in percenten. Ze zijn heel moeilijk uit te drukken in rendement. En waar is het eigenlijk misgelopen in Vlaanderen? Meneer de minister-president, meneer Van Deurzen, mevrouw Krivits of iemand. Waar is het eigenlijk misgelopen dat jullie investeringen in mensen beginnen zien zijn als lastige uitgaven? Waardoor hebben jullie de klik gemaakt om in het welvarende Vlaanderen alleen nog de allerarmsten te laten helpen? Wat als iemand het gewoon moeilijk heeft? Gaat dat nog kunnen in het Vlaanderen van morgen? Want niet iedereen heeft op het einde van de maand, als ze twee keer hebben gekeken of hun eigen rekening klopt, recht op een sociale correctie. De allerzwaksten, zoals u ze zelf noemt, de mensen die nog op hun steun kunnen rekenen. En daar tegenover zetten we in uw regeerakkoord de winners. Letterlijk. Backing the winners. Zo staat het in het regeerakkoord. En waar... Meneer Somers is hier. Waar is die jarenlange en eigenlijk terechte oproep gebleven dat de middenklassers, de modale gezinnen, de hardwerkende Vlaming, meneer Somers, dat die meer moesten en kunnen overhouden van wat ze verdienen? Want hier is een resultaat. Dit is wat ze hebben gekregen. Dit is wat u aan hen gezegd hebt. We gaan uw belastingen niet verhogen, we gaan uw facturen verhogen. En ik zeg u, meneer de minister-president... Het zal ze worst wezen aan het einde van de maand waarom ze minder overhouden in hun portemonnee. En toch delen wij iets. Wat we delen is dat ik Vlaanderen ook graag zie. En ik geloof u direct als u zegt dat u Vlaanderen graag ziet. Maar op een andere manier blijkbaar. Want wat u aan het doen bent op dit moment is onbegrijpelijk. U kwam en u zag en u gaf een geschiedenisles. Het is mogelijk, het schijnt dat die geschiedenisles opgenomen is. In de besparingen van het onderwijs kan het worden uitgezonden. En u zei in die geschiedenisles dat Vlaanderen in de voorbije 100 jaar aan welvaart heeft gewonnen. Dus de haak is, dat zijn wellicht diezelfde decennia waar binnen uw partij men graag zegt, de decennia waarin... de socialisten zo lang regeerden. 100 jaar aan welvaart gewonnen. Maar is dat nu werkelijk de doorn in uw oog? Is dat nu werkelijk de doorn in uw oog? De welvaart van de Vlaming die steeds vooruit is gegaan. Daar lijkt het op. Nou, uw beeld van 100 jaar, want dan komt het. Meneer Diependalen, blijf kalm. Na uw beurt van 100 jaar stijgende welvaart kwam u met het vervolg in de septemberverklaring om duidelijk te maken dat u de eerste zou zijn die de welvaart voor veel mensen zal doen dalen. Want dat is het. Dat is werkelijk de kracht van de verandering die we hier hebben. Een mijlpaal in de geschiedenis van Vlaanderen, minder welvaart voor heel veel Vlamingen. Dat was uw verklaring. Als we zien... Hoe dat gebeurt, meneer Van Deurzen, dat is eigenlijk nog het strafste. De bijdrage voor de zorgverzekering verhogen met 100% voor iedereen. Voor iedereen
met uitzondering van degenen die het minst hebben, die het moeilijkst hebben. Voor de groep die het minst heeft, meneer Van Deurzen, verhoogt u de zorgverzekering niet met 100%, maar met 150%. Ik weet dat u veel tussen de mensen komt, ik weet dat u ook mensen ziet die het soms moeilijk hebben, maar ik vraag mij af, hoe gaat u in godsnaam aan die mensen uitleggen dat het voor hen veel duurder wordt dan voor mensen zoals wij? En meneer de minister-president, wat u vaak herhaalde is zeggen van kijk, wij kunnen niet anders dan de facturen van iedereen verhogen. Hoezo? De voorzitter en uzelf hadden het in jullie toespraken over de macht. De macht om de juiste keuzes te maken, de macht om dingen te verbeteren. En u gebruikt die macht alleen maar om uw eigen bevolking eigenlijk wijs te maken dat ze het slechter moeten hebben. Heel de bevolking eigenlijk niet. Maar een zeer grote groep mensen die hun best doen en vaak juist genoeg om het zout op hun patatten te verdienen en daar niet eens over klagen. Die groep gaan jullie het meest treffen. En de meeste ouders liggen nog niet het eerst wakker of niet het meest wakker van het feit dat u euro's van hun kindergeld afneemt. Eigenlijk zijn de meeste van die ouders bezig met wat ze kunnen bieden aan hun kinderen. Dat ze kunnen bieden aan hun kinderen wat andere kinderen ook hebben. Dat ze hun niks evidents moeten ontzeggen. Daar zijn die ouders mee bezig. Geen zottigheden. Geen zottigheden. Mee kunnen op bos- en zeeklassen. Nieuwe voetbalschoenen kopen als het seizoen begint. Maar is dat dan de hangmat waar graag naar wordt verwezen door deze regering? Is dat dan eigenlijk het profitariaat dat zijn verantwoordelijkheid moet nemen? Is dat dan die overdreven luxe die je bedoelt? Die mensen hopen gewoon dat ze genoeg hun best aan het doen zijn om hun kinderen een goede jeugd te geven. En u bent hier maandag komen zeggen dat u die mensen moeilijker gaat maken en dat u dat nodig vindt. Meer is er echt niet aan. U vraagt wie geen broeksriem heeft om ze strakker aan te trekken. Degene die een serieuze riem hebben aan hen, heeft u nog een extra paar bretellen. Backing the winners in de praktijk. En waarom? Omdat het nodig is. Dat is het enige antwoord. Het grote project van deze regering, de begroting. U noemt zichzelf moedig, hè? Uw keuzes zijn gedurfd. Maar geef dan ook gewoon toe dat het een keuze is die u maakt. Uw regering maakt gewoon deze keuze. Dit is uw beleid. En het resultaat is, als we allebei van Vlaanderen houden, meneer de minister-president, dat het toch blijkbaar op een heel verschillende manier is. Ik hoorde u in september zeggen dat investeringen nodig zijn. Het gaf een beetje hoop eigenlijk. Eurostat was het weer moeilijk aan het maken en u zei, wij moeten investeren. En investeringen zijn nodig. Geert Noels zegt dat ook. Paul de Grauwe zegt dat ook. Paul de Grauwe ging nog iets verder. Paul de Grauwe zei, misschien zegt u straks over Paul de Grauwe ook, dat er geld achter die man zit. Maar ik quote hem even, wat hij zei was, onze kinderen zullen niet begrijpen dat de huidige generatie bourgeois-politici een erfenis van aftandse wegen, scholen, hospitalen en energievoorzieningen zal nalaten. Dat is wat Paul de Grauwe zei. En wij zijn dan ook bereid om positieve investeringsbeslissingen te nemen. Maar spijtig genoeg hebben we ook die niet gezien. We hebben ook die niet gezien in uw verklaring. Niet in welzijn, niet in onderwijs en eigenlijk ook niet in mobiliteit of milieu. Meneer Diependalen. Ja, dank u wel. Ik ben blij dat u Paul de Grauwe citeert, maar u moet hem natuurlijk volledig citeren. In de laatste paragraaf zegt hij, ik weet het, het mag niet van Europa. Het wordt tijd dat politici in Vlaanderen, in België en in andere landen hun stem verheffen en ingaan tegen de absurde regels die vandaag door Europa gehanteerd worden. Ik neem aan dat u ook pleit om in te gaan tegen de regels van Europa. Dat we effectief onze verantwoordelijkheid als partner in de Europese Unie laten schieten en ook verder schulden opbouwen. Want dat is wat Paul de Grauwe hier eigenlijk zegt. Gaat u daarmee eens? Verder schulden opbouwen? Dat is niet wat Paul de Grauwe zegt. Er is hier in dit parlement, gaat er niemand kiezen voor een begroting die niet op orde is voor de opbouw van schulden. Maar wat Paul de Grauwe en Geert Noels aan het zeggen zijn, en dat is de essentie van wat hier in dit parlement en met deze regering zou moeten gebeuren,
Dat is durven kiezen voor investeringen die tot groei leiden. En niet kiezen voor de regels. En als er wordt gekozen voor de regels, en dat was het debat van de voorbije dagen, en ik weet dat is zeer lastig geweest in de regering, als er wordt gekozen voor de regels die u zelf slecht vindt, dan betekent dat dat jullie gewoon niet gaan investeren. Als alle economen, als het IMF, als de Wereldbank, als de G20, als zelfs Europa ondertussen zegt dat ze de economieën kapot bespaard hebben, dan is het omdat ze niet meer geïnvesteerd hebben in mens en in maatschappij. Dat is waar het over gaat. Meneer Diepenhalen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer Kambe, ik ben het daarmee eens. We moeten inderdaad gaan investeren. En dat is ook exact wat deze regering wil doen. Maar er is één voorwaarde, en ik ga er straks uitgebreid op terugkomen. Hè. Er is één voorwaarde om te kunnen investeren. En dat is dat je de nodige beleidsruimte gaat creëren. En om die beleidsruimte te creëren, moet je gaan besparen. En ik wil van u nu een keer zeer duidelijk horen. Als u zegt van, we gaan geen schulden opbouwen, maar we willen wel investeren, wil ik van de SPA een keer horen, van waar gaat u het geld halen? Van waar moet dat geld komen? Het gaat er niet alleen om om die regels van Europa naast u neer te leggen. Hè. Eerst en vooral moet daar een onderscheid maken tussen de begrotingsregels zelf en de regels die er zijn rond PPS-structuren en investeringsprojecten. Het zijn twee gescheiden zaken. Wij zijn voor het streng begrotingsbeleid van de Europese Unie. Wij passen dat ook toe. Wij nemen ons verantwoordelijkheid als partner in de Europese Unie. Maar dat is een andere zaak, dat je boekhoudkundige regels krijgt van Europa die het moeilijker maken voor een overheid om te investeren. Dat zijn twee verschillende zaken. Maar ik wil van u een keer horen. U gaat de regels van Europa naast u neerleggen. U gaat geen schulden opbouwen. Van waar moet het geld dan komen? Meneer Van den Heuvel. Ja, inderdaad, dat denk ik is de vraag. Hè. Wat is uw alternatief, meneer Krombé? Dus we hebben ook van uw collega, meneer Joska, vanmorgen gehoord. Het alternatief is een besparing in Oosterweel. Ik denk niet dat in 2015 daar al enorm veel bedragen voor staan ingeschreven. Hè. Dus jullie hebben geen alternatief. Wat is jullie alternatief? Dan moeten we even kijken naar onze zuiderburen in Frankrijk. Daar is een regering van socialisten met steun van de Groen aan de macht. Wat gebeurt daar? Schuldenopbouw. Vertrouwen van consumenten? Nul. Vertrouwen van ondernemingen? Nul. Schuldenopbouw? Politiek vertrouwen, nul. Een president die op 13% zit. En wie wint erbij? Extreemrechts. En dat is een keuze die wij nu willen maken. Wij willen onze rekeningen op orde houden. Meneer Van Beek. Meneer Van Beek. Dank u, voorzitter. We zijn 13 minuten ver. En de meerderheid... De tijd valt stil. Ja, absoluut. Maar we zijn 13 minuten ver. En de meerderheid roept zijn eerste hulplijn al in. He? Want dat is het verschil. Dat is het verschil. Het is heel mooi wat hier gebeurt. Heel mooi wat hier gebeurt. Meneer Diependalen, meneer Van den Heuvel. We hebben 5 jaar samen bestuurd. We hebben 5 jaar, meneer Muiters, de begroting in evenwicht gehouden. He? En dat is het verschil tussen deze regering en de vorige regering. Dat 5 jaar begroting in evenwicht nooit heeft gemaakt dat de gezinnen de crisis en de facturen zouden betalen. Dat zal het verschil zijn. Meneer Diependalen. Ja, inderdaad. Wij zetten de keuze die de vorige regering heeft gemaakt verder. De doelstelling van een begroting in evenwicht, daar blijven wij aan vasthouden. Dat zetten we inderdaad verder. Maar ik heb nog altijd niet gehoord van u van waar het dan deze keer wel moet komen. We hebben de vorige legislatuur ook zware inspanningen moeten doen. We hebben daar samen als partners inderdaad een begroting in evenwicht kunnen leggen. Wij willen daarop verder gaan, maar ik wil nu van u horen van waar het deze keer dan wel moet komen. Dus inderdaad, we wachten op dat antwoord, maar ik wil toch ook even 5 jaar geleden in herinnering brengen. Want u ligt nu al 10 minuten ook te zeggen, de gezinnen gaan de crisis betalen. De gezinnen krijgen een zwaar rekening gepresenteerd. We hebben gisteren ook in de kranten lijstjes gezien. Ik heb daar €340 gezien. 5 jaar geleden stond in diezelfde krant ook een getal. Ook een lijstje wat dus de gezinnen extra gingen betalen. €500. Dat was in het begin van de vorige regering de bijdrage die we vroegen aan de Vlaming. €500. En toen zat u daar op die bank. En toen hebt u dat mee ondersteund om te zeggen van kijk, een begroting in evenwicht, dat is een doel die we moeten nastreven. Want wij willen de rekening niet naar de toekomstige generaties sturen. Wij moeten de rekening nu op orde houden, want dit is belangrijk om beleidsruimte te creëren om dan achteraf te investeren in een beter Vlaanderen. Toen stond u aan onze kant.
maar het is een beetje veranderd. En nu vervalt u in een beetje demagogie om te zeggen van kijk, alles groeit tot in de lucht en wij hoeven hier niet te besparen om te kunnen investeren. Meneer Tommelijn? Ja, meneer Tommelijn. En dan, Uiteraard, meneer Kombe, u weet zeer goed dat er investeringen zullen zijn. U kent ook de cijfers en u weet dat het grootste gedeelte van de inspanningen zal geleverd worden door de overheid zelf. Maar ik weet wel hoe u het zou oplossen. Ik herinner u aan uw optreden in de zevende dag als federaal staatssecretaris op 15 september 2013, dus een jaar geleden, waar u zelf zei, de hoogste belastingsverhoging voor de werkende Vlamingen, de belasting op arbeid, dat is de belastingsverhoging die de Vlaamse regering heeft doorgevoerd. Dat is juist, meneer Crombé, dat was de regering waar u in zat. U zou kiezen voor meer belastingen, daar kiezen wij niet voor. Meneer Zoska. Ja, voorzitter, meneer Van den Heuvel, u hebt mij rechtstreeks aangesproken, dus ik wil daar wel op reageren. U steekt mij gewoon dan in Frankrijk, dan ben ik daar, bij wijze van spreken, precies verantwoordelijk voor het beleid dat de Franse regering voert. Ik wist niet dat ik zoveel invloed had. Minister-president is ook internationaal begonnen. U hebt vanmorgen niet geantwoord op de vraag wat uw alternatief is. Meneer Zoska heeft het woord. Nee, meneer Van den Heuvel. Dat willen we horen. Meneer Van den Heuvel, eerst meneer Zoska en dan mag je dan repliceren. Meneer Zoska. Ik dacht, meneer Van den Heuvel, en u zat er ook bij in het uitgebreid bureau, dat we een volgorde hadden afgesproken. Ik kom als derde en ik zal daar mijn alternatief presenteren. Maar ik heb nog een vraag voor u. En ook voor collega Diependalen over die investeringen. Maandag wordt hier in de septemberverklaring een bedrag weggemoffeld, 125 miljoen euro, waarvan niemand wist wat het juist dekte. En het dekt het competitiviteitspact. 125 miljoen euro. En ik geef u, ook meneer Diependalen, een citaat van uw collega Johan van Overtveld in de knak in zomer 2013. Hij noemde een competitiviteitspact een sense of urgency. Loonkosten te hoog, jobs gaan verloren, we moeten dit nu doen. U hebt in de vorige legislatuur, u beiden, hebt op uw borst zitten kloppen. Minister-president Peters was toen nog aan het bewind, heeft zijn borst vooruitgestoken. Ik ga dat competitiviteitspact realiseren. 125 miljoen euro de volgende 7 jaar. En wat doet u nu? U schrapt al 250 miljoen euro de volgende 2 jaar en u vertraagt. Terwijl ondernemers, toen nog van over het veld bij KNAK, nu zegt hij misschien iets anders bij de N-VA, maar toen zei ondernemers hebben dit brood nodig. Daar zitten nu investeringen, meneer Van den Heuvel, meneer Diependalen. Meneer Van den Heuvel. Voor alle duidelijkheid, twee zaken. Eén, ik vind het nogal straf hè, dat dus op 24 uur tijd u helemaal van mening verandert. Tot 21 uur gisteren hebt u altijd gesteld, het zijn de zwakken in Vlaanderen die meebetalen. Het zijn de gezinnen en de verenigingen en het middenveld die in Vlaanderen meebetalen. En nu is het heel duidelijk, zoals door de minister-president is gezegd, iedereen draagt bij de volgende jaren. Een beetje reculé pour mieux sauter achteraf. Want dit is geen structurele besparing. Als je duidelijk hebt gehoord, en dat is ook bij de kinderbijslag zo. Dit zijn tijdelijke inhoudingen om achteraf die bedragen volledig terug in het stelsel te pompen om gerichte, doelgerichte, juiste maatregelen te kunnen nemen. Meneer Zoska. Meneer Van den Heuvel, ik zal daar kort op antwoorden. Eigenlijk heeft deze regering beslist om zeer veel mist te laten hangen. Het zijn die halve zinnetjes, zonder dat er concreet toelichting wordt gegeven wat het juist betekent, die eigenlijk die ongerustheid in de hand hebben gewerkt. En ik zal u zeggen, heer Van, ik heb u laten uitspreken, dus laat mij ook uitspreken. Ik heb u gezegd, wij wisten inderdaad niet concreet wat juist achter die 125 miljoen euro zat. En het is ons ook niet concreet gemaakt bij die septemberverklaring. Er was een moment in de zomer, op basis waarvan we gevraagd hebben om duidelijkheid te krijgen over de cijfers. Er is toen tegen ons gezegd, wachten tot september. En opnieuw stel ik vast dat er een aantal dingen gewoon weggemoffeld zitten in de septemberverklaring. En dit is er één van. Dit is er eigenlijk één van. En wat ik niet begrijp, dat is dat u, want we zitten hier niet enkel te praten als het over begroting gaat, over Vlaanderen, we praten ook over de NV België. En wat ik niet begrijp,
Dat is dat u hier aan deze kant van de straat zegt, we gaan hier de broeksriem stevig aanhalen, iedereen gaat betalen, maar aan de overkant van de straat bij de onderhandelingen eigenlijk een begrotingsevenwicht wil loslaten en spreekt over 2018, 2017. Als u de NV België serieus neemt, dan neemt u ook dit mee in op Vlaams niveau. Minister Muiters. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer Joska, ik wil toch een paar dingen rond die 125 miljoen naar voren brengen. Ik denk niet dat ze weggemoffeld is. Ze staat duidelijk mee in het centenboekje naar voren gebracht. Dat is punt 1. Punt 2, die 125 miljoen, daar was ook duidelijk een evaluatie aan gekoppeld. Ten eerste de evaluatie om goed te kunnen inspelen met het doelgroepenbeleid in Vlaanderen op wat federaal aan lastenverlagingen wordt voorzien. Ik veronderstel dat de Zweedse coalitie die lastenverlaging nu aan het bespreken is en dat wij best kijken op welke manier wij echt inspelen op die lastenverlaging in Vlaanderen naar de doelgroepen die moeten gebeuren. Ten derde, ik weet niet of dat u weet, het doelgroepenbeleid in zijn totaliteit over welk bedrag dat gaat. Niet een stevig bedrag, dat gaat over 1,8 miljard. 1,8 miljard. Daar komt een groot stuk van, er was al een groot stuk in Vlaanderen en er komt nog een groot stuk van federaal over. Wij kunnen die middelen efficiënter inzetten. En als, toen we het concurrentiepact hebben afgesloten, is er ook afgesproken dat we in overleg met de sociale partners, gingen kijken hoe we dat doelgroepenbeleid meer gefocust konden inzetten. Zodanig dat het terechtkwam bij wie het moest terechtkomen. Dat is ook toen gezegd. 55-plussers, jongeren en arbeidsgehandicapten. En niet naar de versplintering die vandaag bestaat op federaal vlak door die maatregelen overal uit te breiden, waardoor iedereen ongeveer doelgroep is. Ik heb toen, januari, of misschien zelfs vroeger dit jaar, of zelfs einde vorig jaar, heb ik aan de sociale partners gevraagd of zij effectief een voorstel konden formuleren in overleg met de Vlaamse regering. Ze hebben dat geprobeerd, ze gingen dat toe naar april toe, ze gingen dat toe naar mei toe. Ze hebben tijdens de onderhandelingen aan de onderhandelaars laten weten dat ze extra tijd vroegen. Ik ben voorstander om die 125 miljoen effectief wat later in te zetten en efficiënt in te zetten, in plaats van die nu bovenop de hoop van de 1,8 miljard te zetten. Goed. En die samen met de sociale partners tegen het einde van het jaar te weten op welke manier we het doelgroepenbeleid efficiënt gaan maken, zodanig dat elke cent terechtkomt waar dat die moet terechtkomen en meer kansen geeft aan de groepen die bepaald zijn in het regeerakkoord. En dan... Meneer Joska en dan meneer Combé. Meneer de minister, ik vind dat u een merkwaardige chronologie opbouwt. Eigenlijk zegt u, deze regering of dit parlement, het vorige parlement, heeft eigenlijk een competitiviteitspact goedgekeurd dat niet nodig was. Want op het moment dat u het hier hebt goedgekeurd, was de zesde staatshervorming eigenlijk al onderhandeld en goedgekeurd. U wist zeer goed wat er toen in die zesde staatshervorming zat. En wat u nu probeert te doen, is eigenlijk zeggen, de verantwoordelijkheid ligt federaal, we gaan daar het geld... En eigenlijk durft u niet zeggen wat u doet. U gaat 250 miljoen euro de volgende twee jaar gaat u niet inzetten. U gaat dat vertragen, terwijl ondernemers eigenlijk deze middelen gevraagd hadden en u hebt ze eigenlijk al eens verkocht in de vorige legislatuur en u schrapt ze. Dat is geen modern investeringsbeleid. Sorry. Meneer Combé. Dank u, voorzitter. Ik denk dat die tussenkomsten boekdelen spreken in het verlengde van de septemberverklaring. Efficiënter inzetten als eufemisme voor minder. Tijdelijk uitstellen. Moeten we eens afvragen, meneer Van den Heuvel, hoe dat de gezinnen en de KMO's denken over het feit dat u dingen tijdelijk gaat uitstellen. Ze weten wel beter. Maar u had beloofd, u vraagt naar het verschil tussen het beleid en vroeger. U had beloofd, meneer de minister-president, u had beloofd dat u een marktgedreven beleid zou maken. Dat was uw belofte. U bent daarin geslaagd, heb ik de indruk. Bij VOCA zijn ze heel tevreden. Ze hadden een eigen septemberverklaring voorbereid. En zij stelden voor om 2,4 miljard te besparen op onderwijs en welzijn. Wel nu, u hebt 17 op 20 gekregen. Bij VOCA zijn ze wel zot content. En de mensen van hart boven hart, al die verenigingen, die hebben u heel iets anders gevraagd. Maar u en uw regering heeft die keuze zeer duidelijk gemaakt. 17 op 20 van VOCA en een 0 op 20 van al die verenigingen die nu heel veel onrust kennen. Maar laten we eens heel goed kijken naar die keuzes, want nu, tot nu toe, gaat het over
wat uw algemeen beleid is. En ik ga beginnen bij de gratis bussen voor senioren. Socialistisch symbool, meneer Tommelijn. Dat u met veel genoegen afschaft. Gratis bestaat niet, iemand betaalt het. Hè? Mevrouw Krevits, merkte op dat gratis bussen voor mensen die een pensioen hebben van meer dan 3000 euro, dat eigenlijk nu ook niet nodig is. Hè? Dat nu ook niet het sociale bij uitstek is. Zoals nog gebeurd, konden wij ons daar wel in vinden en we zijn geïnteresseerd op onderzoek uitgetrokken. Hè? We hebben 73 gepensioneerden gebeld met een pensioen van 3000 euro. Dat gaan ze ongeveer zijn, denk ik. Hè? Zoveel zijn er niet. En inderdaad, die kunnen de bus betalen. Maar bijna alle gepensioneerden, mevrouw Krevits, hebben een lager pensioen en een veel lager pensioen. Voor hen ben je die bussen aan het duurder maken. En de vraag is dan hoe dat die meerderheid hun beleid eigenlijk gaat verdedigen. Wat is de uitleg die jullie geven aan de mensen waarom dat het voor hen zo goed is dat jullie symbolen wegpakken? We hebben, dames en heren politici, op dit moment geen gratis bussen meer voor gepensioneerden, maar wel nog gratis bussen voor parlementsleden. We hebben een meerderheid die het normaal vindt. Ja, het is ambetant, hè, als het gezegd wordt. Ambetant, hè. Mag even. We hebben... heel ambetant, hè, meneer de voorzitter. Je blijft lachen. We hebben, meneer de voorzitter, een meerderheid die het normaal vindt. Goed, meneer Krombé. Blijkbaar zijn de gevoelige onderwerpen van de mensen op straat zijn zaken waarachter geld zit. En dat is de onrust niet terecht. Als het gaat over het parlement, is de onrust blijkbaar wel iets dat mag gezegd worden. Meneer Krombé, wees gerust, u raakt niks gevoelig bij mij, maar u was er gisteren natuurlijk nog niet op het uitgebreid bureau, maar die discussie is op tafel gelegd, opnieuw. En we zullen die nog voeren, dus daarover moet het gesprek nog opgestart worden. Laat ons dat in het uitgebreid bureau doen waar het hoort. Nu, heel duidelijk, gratis bestaat niet. Iemand moet de factuur vroeg of laat betalen. Je kan dat niet zomaar ergens uit de lucht grijpen, het groeit niet aan de bomen, iemand moet het betalen. En wat wij nu doen, is inderdaad mensen die dat kunnen, zoals dat collega Van den Heuvel daarnet zegt, zij die kunnen laten bijdragen, iedereen moet bijdragen. Waarom? Om opnieuw beleidsruimte te creëren, om te kunnen investeren. En ik daag u uit om aan diezelfde 77, 73 mensen een keer te vragen wat zij het liefst hebben. Investeringen in rust- en verzorgingstehuizen, investeringen in andere sociale voorzieningen, in de sociale correcties of in die gratis bus. Ik daag u uit om die vraag echt een keer te gaan stellen. U zal zelf versteld staan van het antwoord. Meneer de Roo. Ja, collega Krombé, schiet met zoveel munitie dat je wilt op de nieuwe meerderheid. Het siert u dat je heel snel uw meerderheidsverleden aflegt. Maar als je dat doet, doet het dan op andere terreinen dan uw eigen beroepsgroep, uw eigen groep hier te kakken te zetten. Daar mag het niet over gaan. Toch wel. Eigenlijk doet je perfect wat populisten doen. Je smijt met modder naar uw eigen beroepsgroep. Er zijn trouwens nog beroepsgroepen die van hun werkgever met het openbaar vervoer mogen rijden. Wij niet alleen. Uw partij heeft ook nooit iets gezegd toen er geen gratis openbaar vervoer was over die kaarten. En meneer Willocks, die nu de grote martelaar uithangt en de grote oppositiemens, die heb ik ook nooit over zijn uitredingsvergoeding gehoord, toen die we nog niet verlaagd hadden, wat de vorige legislatuur meerderheid en oppositie in dit parlement wel gedaan hebben. Dus schiet met zoveel munitie dat je hebt op van alles, maar beperk u tot de inhoud en niet tot de modder. Meneer Janssens. Voorzitter, indien er in het uitgebreid bureau een meerderheid wordt gevonden om de gratis vervoerskaarten voor parlementsleden af te schaffen, zullen wij ons daar voor alle duidelijkheid niet tegen verzetten. Maar ik vraag me wel af waarom de euro van meneer Krombé pas nu valt. Waarom valt de euro of de Belgische frank in zijn naam voor meneer Willocks nu pas? Wat heeft hen jarenlang tegengehouden toen meneer Willocks deel uitmaakte van zoveel meerderheden? Wat heeft meneer Krombé en zijn partij in de vorige legislatuur
tegengehouden om een meerderheid te zoeken om die gratis vervoerskaarten voor parlementsleden af te schaffen. Het is een beetje hypocriet om daar nu vanuit de oppositie op te beginnen schieten, terwijl je jarenlang de kans hebt gehad om daar vanuit de meerderheid veranderingen te brengen. Ik kom mee. Weet u hoe dat gaat, meneer de voorzitter? Ze hadden mij afgeraden om dit onderwerp aan te snijden. Hè? En weet u waarom? Weet u waarom? Weet u waarom? Omdat parlementsleden daar niet mee om kunnen. En het omgekeerde is waar. Het omgekeerde is waar. Als je aan ons vraagt, waarom heb je geen initiatieven genomen tegen gratis bussen, dat is omdat we ervoor zijn. Dat is omdat we ervoor zijn. En weet je wat het punt is? En ik richt mij tot de regering en tot de meerderheid voor een simpele reden. En nog niet alleen om die betaling, maar gewoon omdat jullie het normaal vinden om een akkoord te maken en het eensgezind te zijn als het gaat bij anderen. En niet als het gaat over uzelf, want gisteren hebben jullie ruzie gemaakt in het bureau over jullie eigen gratis bus. En jullie zijn het wel eens over het betalen door de gepensioneerden. Wekkeron. Even voor de sereniteit van het toekomstige debat over vervoer aan de heren Diependalen en Janssens. Misschien kan je ook eens nadenken over de kilometervergoeding die je krijgt om met een auto naar hier gratis te rijden. Goed. Maar weet je wat, voorzitter? Weet u wat, voorzitter? We gaan het volgende onderwerp nemen. En de vergoeding voor commissievoorzitters. Meneer Kombe. Meneer Caron, de vergoeding voor commissievoorzitters kunnen we misschien ook even ter sprake brengen. Ja. Meneer Kombe. Dank u, voorzitter. Ik ga een ander onderwerp nemen. De scholen. Van de scholen kwam er goed nieuws. Blijkbaar hebben de scholen de begroting nu onmiddellijk gered. Dat is de verklaring van de minister van Begroting. Een vertraging in de scholenbouw is de reden waarom dat er geen tekort is. Op het moment dat iedereen weet dat de nood is naar scholen zeer hoog is, en er was een tijd dat de Vlaamse regering daar absoluut een prioriteit van maakte, van scholenbouw. Het is jammer dat meneer Peters hier niet is op dit moment, maar dat was altijd een prioriteit. En nu is het trager bouwen van scholen de oplossing voor de begroting. Ook die scholen zijn alleen nog cijfers in de begroting. Maar aankondigen. Ik ga uw woorden gebruiken, mevrouw Turtenboom. Dan moeten we er niet moeilijk over zijn. Aankondigen dat je de begroting op orde hebt gezet, omdat er wat minder scholen aankomen, dat moet wel de oerkracht van verandering zijn. Dat moet de echte oerkracht van verandering zijn. Meneer Diependalen. Dit is echt totaal van de pot gerukt, meneer Crombie. Onvoorstelbaar, hè? U probeert hier de indruk te wekken alsof dat de regering uitdrukkelijk actief is tussengekomen om die scholenbouw te vertragen. En dat is dus niet het geval, hè? Het is inderdaad zo dat er in bouwprojecten regelmatig vertragingen zijn. En die vertraging, steek het voor mij, ik kom zelf uit een aannemersfamilie, steek het op de aannemers of wat dan ook, maakt mij niet uit. Maar het is niet zo dat de regering actief is tussengekomen om die scholenbouw te vertragen. Integendeel, u heeft dat maandag zeer goed gehoord, de komende jaren wordt er heel veel extra geïnvesteerd in scholenbouw. Om te zorgen dat we inderdaad die nood kunnen lenigen. Meneer Kombe. Weet je waar ik mij niet verantwoordelijk voor ga voelen? Dat is voor de communicatie van uw eigen regering. Dat is namelijk wat dat ze gecommuniceerd heeft. Maar er is nog meer te halen in onderwijs. Er is nog meer te halen in onderwijs. Het inschrijvingsgeld moet omhoog. Het moet omhoog. En een beetje voor dezelfde reden. Want u zegt tegen de Vlaming dat het u spijt, maar dat het overal zo is. Dat inschrijvingsgeld hoger is. Het spijt u enorm. Ik heb eens gekeken naar de inschrijvingsgelden in Europa. In Noorwegen is dat 0 euro. In Finland is dat 0 euro. In Denemarken is dat 0 euro. In Oostenrijk is dat 0 euro. In Zweden, meneer de minister-president, ze staan er toevallig tussen, 0 euro. En het laatste land kan er ook niet aan doen. In Schotland, meneer de minister-president, 0 euro. 0 euro. En 0 euro, sommigen zouden met slechte bedoelingen zeggen dat dat gratis is, 0 euro. Ik ga dat niet doen, hè. Ik ga dat niet doen. Want als we zeggen dat dat gratis is in die andere landen, die 0 euro inschrijvingsgeld, dan gaat u dat willen afschaffen. Dus ik ga dat niet doen, zeker niet voor de Schotten, die hebben al genoeg aan hun hoofd. Ik ga dat niet gratis noemen.
Maar het argument dat het elders duurder is om hier het inschrijvingsgeld met 50% te verhogen, is een nep-argument. Daar gaat het om. Meneer Roo. Ja, sorry dat ik u te laat ben, maar uw opmerking over scholen, maar ik nu toch wel opmerkelijk. 10 jaar heeft uw partij de zetel van onderwijs gehad. 10 jaar hebben we hier in dit parlement in meerderheid en oppositie regelmatig vragen gesteld waarom dat het zo traag ging, die scholenbouw. Waarom dat die eerst 211 scholen, dan 165 scholen niet gebouwd raken. Er zijn meters juridisch advies geschreven voor die PPS. Nu dat ze eindelijk beginnen gebouwd te worden, gaat u beginnen te schieten over de kleine financiële meevaller die er is, omdat onder de voorganger van mevrouw Krevits er traag gebouwd is. Allee, dat is nu toch wel... Allee, van mij, uw vervelling tot oppositiekuur is schitterend. Maar ik moet toch wel zeggen, de enige minister die uw partij binnenkort nog zal hebben, is toch wel een belangrijke herinnering dat het niet zo snel is gegaan op scholenbouw als wij allemaal hadden gewild, hè, meneer Crombé? Van Brussel. Meneer Crombé, ik wil u de hand reiken. Ik denk dat het interessant zou zijn om discussies op niveau te houden de komende jaren, ook al gaan we het niet eens zijn. Wat hoger onderwijs betreft, ik zal u helpen. 0 euro is inderdaad zeer goedkoop voor wie hoge cijfers haalt en net nog binnen kan aan die universiteiten in die 5 landen die u genoemd heeft in Scandinavië, want daar geldt een numerus clausus. Dat wil zeggen, of u centen heeft of niet, weinig of veel, als u nummer 323 bent en er was maar plaats voor 322, dan gaat de deur onherroepelijk voor u dicht. Is dat dan zo democratisch? Is dat hetgeen u precies wil? Wel, ik niet. Meneer Combe, wil u daarop reageren nog? Wat zegt u? Wil u daar nog op reageren? We gaan het er zeker nog over hebben en ik wil gerust nog eens herhalen, meneer, dat ik ga niet verantwoordelijk zijn voor de communicatie van de regering. En, mevrouw Brussel, als u nu het grote voorbeeld wil geven van weet u wat, onze vorige reden was verkeerd, het is in andere landen wel 0 euro, dus het argument dat we aan de bevolking gaven om het hier op te slaan, dat klopt niet, want het bestaat wel 0 euro. En nu is uw argument, weet u wat, daar hebben ze een systeem van numerus clausus, als je ziet wat op dit moment aan onze universiteiten wordt gezegd door de mensen die er iets van kennen. Dat is het soort paniek dat je introduceert, ook in onze universiteiten, dat je op den duur gaat krijgen dat mensen zeggen dat we het aantal mensen aan de universiteiten gaan moeten beperken. En ik ga er u nog een vraag bij stellen. Want de minister-president zei, ik was een beursstudent. Hij zei dat over zichzelf. Ik was er ook een, maar hij had het niet over mij. Maar mijn vraag is ook, mevrouw Krevits, als dat dan allemaal nodig is, als dat dan allemaal investeringen zijn, en dat is een zeer concrete vraag, en ik hoop dat u daar wel wilt op antwoorden, hoeveel beursstudenten gaan er extra bij komen als je het toch allemaal duurder maakt? Hoeveel beursstudenten gaan er extra bij komen? Mevrouw Brussel, kort en bondig. Wel, we hebben beursstudenten inderdaad, we hebben er veel, we geven daar al meer dan 70 miljoen euro aan. En dat zal niet minderen, hè? Bedoel dat. Dat gaat niet minderen, dat is goed nieuws. De sociale correctie is nodig, hè? De sociale correctie zal er zijn. Dat heeft u de minister ook al horen zeggen. Maar meneer Crombé, laat u mij even uitspreken. U heeft er zich nu een beetje uitgepraat. Geef toch toe dat u daar eventjes gemakkelijk de populist kwam uithangen met te spreken over 0 euro in Scandinavië. Ik zeg u dat de toegang tot hoger onderwijs in Scandinavië moeilijker is dan hier. Vooraleer dat u wil uithalen naar deze regering, maak uw huiswerk. Mevrouw Meuleman. Ik wilde nog terugkomen op het punt van de infrastructuur, meneer de voorzitter. Meneer De Roo, inderdaad, het is de vorige legislatuur niet snel gegaan. We hebben vertraging opgelopen en de PPS-constructies hebben voor extra kosten en extra vertraging gezorgd. Maar één ding is nu al zeker, denk ik, mevrouw Krevits, het zal deze legislatuur niet rapper gaan. Met de 50 miljoen die u voorzien heeft voor infrastructuur, wetende dat de wachtlijsten 5 miljard bedragen,
zullen die alleen maar aangroeien, die wachtlijsten. Dus ik weet niet, er zijn beloftes gemaakt van de N-VA. We gaan 1,8 miljard investeren in onderwijs. Daarvan 500 miljoen jaarlijks voor infrastructuur. Wat legt u op tafel? 50 miljoen voor infrastructuur en voor capaciteitsproblemen in onderwijs, mevrouw Krevis. Allee, ik zou echt wel graag eens willen weten hoe u de wachtlijsten en het capaciteitsprobleem hiermee gaat oplossen in deze legislatuur. Ik denk niet dat het beter zal worden, in tegendeel. Minister van Onderwijs, mevrouw Krevits. Ja, collega's. Ik zou toch graag een aantal dingen wat verduidelijken. Eerst en vooral wat het de scholenbouw betreft. Ik vind het, meneer Crombie, een beetje pijnlijk dat u op deze manier over dit dossier communiceert. Uw partij... Dat is uw communicatie. Uw partij... Ik heb u ook niet onderbroken als u aan het spreken was. Ik zou het appreciëren dat u goed naar mij luistert als ik spreek. Uw partij heeft 10 jaar lang het project publieke samenwerking in de scholenbouw bemeesterd. Uiteindelijk is er nu gestart met de bouw van een aantal scholen. De aannemers, er is wat kritiek, ook vanuit de scholen zelf, op dat project dat door uw ministers in de stijgers gezet is. Maar de aannemers hebben tijd tot 2017 om al die scholen te bouwen. Ik zal er zeer nauw op toezien dat het ook effectief gebeurt. En als dat om een bepaalde reden sneller kan gaan in 2015, dan zal dat zo zijn. Gaat dat een beetje trager, om allerhande omstandigheden, dan zal dat ook zo zijn, maar ze moeten gebouwd zijn in het jaar 2017. En als u nu komt zeggen dat dat voor ons meevallers of tegenvallers zijn, dan is dat plat populisme. Want het zijn uw ministers, meneer Crombie, die deze tijdsmarge ook hebben onderhandeld. En wij zullen zorgen dat het uitgevoerd raakt. En daarbovenop, ik heb ook eens gekeken in het partijprogramma van de SPA naar de verkiezingen. Weet je hoeveel euro dat u voorzag voor extra scholenbouw? 0 euro. Weet je wat deze regering in deze moeilijke omstandigheden voorziet? 50 miljoen euro extra. 50 miljoen euro extra bovenop de bestaande budgetten en bovenop de PPS-projecten. Mevrouw Meuleman zegt het is 50 miljoen euro extra en het is een recurrent bedrag dat ook zal stijgen in de komende jaren. Dus zo komen we inderdaad aan ons totaalbudget van 500 miljoen euro. Dus wij zullen absoluut ervoor zorgen dat er extra scholen gebouwd worden. Het project van publiek-private samenwerking dat in de vorige legislaturen is onderhandeld, zullen we ook laten uitvoeren. En collega's, wat er mij ook wel zorgen baart, dat is wat we met de middelen die er zijn effectief ook kunnen doen. Ik zie heel veel vragen, zowel bij het publieke als bij het private net, om in de reglementering om te bouwen, de planlast die er ook is om projecten tot een goed einde te brengen, om die ook wat te verminderen. En ik wil daar ook effectief een werkpunt van maken, zodat we met het totale budget aan middelen meer kunnen doen. Ik ben nog niet klaar, mevrouw Meuleman, hoor, maar ik heb nog punten. Zodat we met het totale budget aan middelen meer kunnen doen dan wat we vandaag doen. Dus meneer Crombie, populisme is niet aan mij besteed en ik zal dat ook vandaag niet doen, maar ik vind uw uitspraak bijzonder onpassend. Ten tweede, als u het hebt over de studiegelden, ik vind het ook bijzonder spijtig dat u vandaag probeert om alles wat nodig is om ons hoger onderwijs te democratiseren, om dat in de bak te draaien van een discussie rond studiegelden. U hebt het rapport van de OESO gezien, we zijn niet geslaagd wat de democratisering betreft van het hoger onderwijs, ondanks of dankzij 10 jaar SPA-ministers. Ondanks of dankzij, ik weet het nog niet. Dus het is voor mij belangrijk dat we daar werk van maken. En ik heb inderdaad op vraag van de universiteiten en van de hogescholen tijd gegeven voor overleg. Ik heb aan hen gevraagd, kijk nu eens op welke manier je er kunt voor zorgen dat het wat rationeler wordt allemaal, maar dat je daardoor ook goede stappen zet in de richting van de democratisering. Ze hebben mij een aantal voorstellen gedaan. Zowel de studenten als de hogescholen als de universiteiten zeggen die flexibilisering, je moet daar aan werken. We zijn nu samen met hen aan het kijken op welke manier we dat kunnen doen. De accreditaties die nu lopen, die voor heel veel planlast zorgen, daar proberen we inderdaad wat vermindering in te brengen, zodat er meer ruimte is voor hogescholen en universiteiten om te werken. Er is een wildgroei aan regels die het makkelijk en soepel functioneren beperkt. En wat de tarieven betreft, de tarieven voor beursstudenten, dat weet u meneer Crombie, dat zijn mensen die recht hebben op een beurs, die betalen nu 100 euro. Ik heb geen enkele intentie om daar wijzigingen aan te brengen. Ik heb dat ook al heel duidelijk gezegd. Er zijn ook een groep bijna
Meneer Kroonbeet, er zijn ook een groep bijnabeursstudenten. Ook die zullen blijven genieten van een verlaagd tarief. Maar waar we wel naar kijken, dat is de combinatie. Als je de studiegelden wat optrekt, zet je dan de categorie bijnabeursstudent, geen beursstudent. Welke categorie of welke groep van inkomens moet je daar eventueel mee in rekening nemen? Dus de drempel eigenlijk wat verhogen om ervoor te zorgen dat ook zij recht hebben op een verlaagd tarief. Die oefening gebeurt op dit ogenblik samen met de hogescholen, de universiteiten en ook met de studenten die dat ook expliciet gevraagd hebben. En ik zal meneer Kroonbeet daar zorgzaam veel tijd aan besteden om er inderdaad voor te zorgen dat de toegang, want er waren vandaag mensen die van een stoel vielen toen ze lazen dat sommigen voorstellen doen om hier, mevrouw Brussel, de numerus clausus in te voeren. Geen sprake van, hé. Dus zij die daaraan twijfelen, dat zal absoluut niet gebeuren. Maar geef ons de tijd om de problemen die gebleven zijn uit het verleden op die op een goede manier aan te pakken. En uw partij heeft ze ook niet allemaal kunnen oplossen. Wij zullen ons best doen om dat wel te doen. Kom helemaal. Minister Krevits, misschien moet u toch nog eens te raden gaan bij de administratie. Die hebben een rapport opgemaakt over de noden in de infrastructuur. Willen wij de wachtlijsten niet laten aangroeien, niet langer laten worden? Ze bedragen nu al bijna 30 jaar. Willen we ze niet nog langer laten worden? Dat is een bedrag van 269 miljoen nodig. En dan hebben we nog niet het DBFM-verhaal en de kosten daarvoor en de capaciteit meegenomen. Dus gewoon voor de reguliere scholenbouw is dat het bedrag dat de administratie voorop stelt om de wachtlijsten niet langer te laten worden. U voorziet 50 miljoen euro. Dat is een vijfde daarvan, mevrouw de minister. Allee, met alles wat u probeert te doen, ben ik het eens. Dat u geen fout heeft... Dat wil ik nog wel betwisten, dat het inderdaad de socialistische minister was die het PPS-verhaal heeft uitgebouwd. Dat is juist, maar u zat daarbij in de regering en u wist wat die problemen waren. En u wist dat die vertraging er was en dat die extra kosten er zijn. Vooral voor die scholen in uw net. Dus dat is problematisch, dat PPS-verhaal. Maar daarnaast hebben we die ellenlange wachtlijsten die u met 50 miljoen absoluut niet gaat oplossen, maar alleen maar langer laat worden. En dan waren er die beloftes voor de verkiezingen, mevrouw de minister. 500 miljoen euro recurrent. Dan is dit een tiende dat u voorziet in deze begroting. Dus dat is niet investeren, dat is onze samenleving met schulden opzadelen wat u doet in dit verhaal. En ik kan het daar niet mee eens zijn en we moeten op die nagel blijven kloppen, want dit is schandalig. Mevrouw Krevits, kort in die antwoord alstublieft. Mevrouw Meuleman, heel kort twee zaken. Wij voorzien 500 miljoen euro bovenop de huidige investeringen in scholenbouw. En het zou ook nuttig zijn, mevrouw Meuleman, dat u samen met mij ook de oefeningen wil maken om met die middelen die we hebben misschien wat meer te doen dan we in het verleden al gedaan hebben. Je kan op een efficiëntere manier bouwen, je kan misschien samenwerken met welzijn. Er zijn zoveel zaken, zoveel regeltjes die we misschien kunnen aanpassen om ervoor te zorgen dat er met de extra middelen die deze regering in deze moeilijke omstandigheden voorziet, dat we daar meer kunnen mee doen. En daar wil ik samen met de collega's aan werken. De heer Meijer. Voorzitter, ik wil, en collega's, ik wil kort twee elementen aanreiken in het debat. Bij de bespreking van de regeerverklaring heb ik al eventjes Dirk van Damme geciteerd. Toevallig was hij gisteren terug aan het twitteren en ik lees: sympathie voor protest tegen hogere inschrijvingsgeld. Maar waarom subsidies aan hogere inkomens in plaats van pleiten voor betere beurzen? Misschien toch eventjes om verder over na te denken. Interessant punt. En we hebben heel goed gehoord wat de minister voor Onderwijs daarnet gezegd heeft. Terecht wijst minister Krevits erop 500 miljoen extra voor scholenbouw. Maar ik wil toch ook nog één element meegeven, meneer Kroonbeet. DBFM, er is al op gewezen wie de contracten heeft afgesloten. Maar we weten ook op welk moment en hoe de interesten waren als deze contracten zijn afgesloten. Het verrast mij bijzonder dat minister Smet enerzijds, maar dat hebben we vroeger iets gezegd, nooit gewezen heeft op de problemen met Eurostad die we altijd aangekaart hebben en die hij steeds ontkend heeft. Maar anderzijds waarom hij niet de heronderhandelingen over de interesten is opgestart.
Vandaar mijn suggestie en dringende vraag aan de nieuwe minister voor Onderwijs en deze regering om toch wel dringend met de banken te heronderhandelen wat minister Smet duidelijk verwaarloosd heeft. Ook dit mag wel eens gezegd. Mevrouw Genee. Ik zou iets breders willen zeggen, namelijk maatschappelijke keuzes willen voorleggen aan de bevolking. Want daar hoort eigenlijk dit debat hier over te gaan. Wil men ontmoedigen wat goed is voor een gemeenschap, wat goed is voor een samenleving? Namelijk dat kinderen, dat jonge mensen hun talenten kunnen ontwikkelen voor die hele gemeenschap en voor die kenniseconomie van de toekomst. Wil men dat doen? Dan werpt men inderdaad best geen nieuwe drempels op. Financiële, administratieve, regulitis of andere drempels. Ik ben het eens met iedereen hier in dit halfrond dat we die moeten afbouwen. Maar dan is toch wel mijn vraag inderdaad. We gaan de studiebeurzen niet uitbreiden. Nou, als men de studiegelden optrekt, dan gaan er heel veel gezinnen en heel veel kinderen ontmoedigd zijn om te gaan studeren. En dat is de keuze die u hier maakt. En dat is een foute maatschappelijke keuze. Het is zo dat ik nooit in dit parlement welke politicus uit de meerderheid dan ook hoor verwijzen naar Wallonië. Behalve als het gaat over de verhoging van de studiegelden. En dan zegt men nog niets over de kwaliteit van het onderwijs in Wallonië. Dit is een schande. Dit is niet iets van rechts tegen links. Dit gaat over welk soort samenleving willen we. Willen we investeren in talenten van jonge mensen? Of vinden we dat niet prioritair? Wel, hier is het duidelijk. Deze regering vindt het niet prioritair. Mevrouw Van der Bossen. Ja, ik denk dat het belangrijk is, mevrouw de minister van Onderwijs, dat u een beetje rust brengt in hoger onderwijs. In die zin dat er volop wordt gesproken over de hogere inschrijvingsgelden, de grote besparing, maar dat u nu voor het eerst, ik ben daar wel blij mee, voorzichtig aangeeft dat er misschien ook ruimte wordt gemaakt om meer beurzen toe te kennen aan studenten. Want als u de inschrijvingsgelden met 1,5 verhoogt, dan lijkt het logisch dat ook voor meer studenten die hogere inschrijvingsgelden een werkelijke drempel vormen voor die studenten en hun ouders. En dat je ook meer studenten dat verlaagde tarief moet gunnen en een beurs om dat jaar makkelijker door te komen. Vraag is wel, welk cijfer denkt u daarvoor te voorzien? U kent het cijfer van de besparingen al. Welk cijfer voorziet u om meer beursstudenten een beurs te gunnen? Want dat kan vanzelfsprekend misschien wat rust doen terugkeren in het debat. En een tweede vraag, ook weer een oproep naar rust brengen in het debat. Vandaag zie ik rectoren die van geen hout meer pijlen weten te maken. De rector van de VUB die pleit voor quota, voor een numerus clausus, gaat recht in tegen elke aanbeveling van de OESO, namelijk dat we net meer jongeren naar hoger onderwijs moeten toeleiden. En twee, de rector van de Universiteit Hasselt, zo mogelijk nog gekker, die voorstelt om studenten met kerst terug naar huis te sturen als ze niet geslaagd zijn in hun examens. Nu wil ik u eens vragen, daar allemaal op die banken, is er ooit iemand van jullie die een tweede zit heeft gehaald? Ik neem aan van wel. U bent toch ook geslaagd, hè? U bent daar nu. Dus alsjeblieft, laat studenten ook weten dat ze ooit in hun leven een keer mogen falen en toch mogen verder studeren. Dat zou ook alweer wat rust brengen. Meneer Daniels. Ja, ik mis het volledige debat dat we hier nu toch aan het voeren zijn. Op tijden van krapte en krapte middelen moeten we zorgen dat we ze juist en goed investeren. Dat wil ook zeggen dat we jongeren juist moeten oriënteren. Dat wil ook zeggen dat we ouders en de maatschappij moeten behoeden voor kosten waarvan we eigenlijk weten dat ze weinig zin hebben. Het heeft toch geen nut om hier globaal te pleiten dat we met alle jongeren die uit secundair komen naar het hoger onderwijs gaan, zomaar. Hè, zomaar, dat heeft geen nut, dat heeft geen nut. Laat ons zo goed mogelijk oriënteren. 6 op de 10, ik herhaal, 6 op de 10 slaagt niets. Laat ons alsjeblieft zorgen dat we dan goed oriënteren, juist oriënteren, dat we die middelen zowel van de ouders als van de maatschappij maximaal inzetten en dat die proffen terug les kunnen geven en terug onderzoek kunnen doen. Meneer Van Dijk. Ja, meneer de voorzitter, zeer kort. Ik ben eigenlijk gecharmeerd een SPA-collega te laten horen, of daarvan te horen, dat we voor rust moeten pleiten in ons onderwijs. Maar ik vraag meneer Krombé, ik hoor hier op verschillende themata waar het fout zit. Ik herhaal de vraag, welk is uw alternatief? In globo, in zijn algemeenheid. Mevrouw Krivits, en dan gaan we dit onderwerp afsluiten, want anders dan meneer Krombé, die wordt een beetje zenuwachtig en zo. Dus,
Lokkewitz. Ja, meneer de voorzitter, ik ben eigenlijk blij dat dit onderwerp ook aangehaald wordt, want ik denk dat onderwijs iets was, los van de discussies die we hebben, dat het iets is wat iedereen aanbelangt die in dit parlement aanwezig is en waar we allemaal proberen het beste van te maken voor zoveel mogelijk jonge mensen. Mevrouw Genee, u had het daarnet over maatschappelijke keuzes, maar ik denk dat u zeer goed, zeker uw partij, zou zeer goed moeten beseffen hoeveel werk er is om het secundair onderwijs in de toekomst te moderniseren. Dus als mevrouw Van den Bossen mij daarnet zei van ja, wat vind je van die voorstellen van die rectoren, wat mij betreft elk voorstel dat ertoe leidt dat de toegang van jonge mensen tot het hoger onderwijs drastisch wordt beperkt, is een voorstel dat hier sowieso nooit, en dat ook nooit de intentie van deze regering zal en kan zijn. Maar we willen wel werk maken van een betere oriëntering. Oriëntatie in het secundair onderwijs is een traject dat je over de 6 jaar doet. Er komt een oriënteringsproef die het sluitstuk is van een goede oriëntering en die dan inderdaad mensen hopelijk op een betere manier dan nu en ook meer mensen, want ik was ook verrast toen ik de cijfers zag, het aantal kinderen van lage scholen dat de hoger onderwijs volgt, is te laag. We hebben daar dus onvoldoende goed werk geleverd in de voorbije jaren. En je zal dat niet oplossen door te zeggen, we gaan nu veel meer mensen beurzen geven. Je moet echt werken aan oriëntatie, aan motivatie, aan goede begeleiding en aan stimulansen. Mevrouw Van den Bossen, u zegt, ja, zult je meer beurzen toekennen? Ik was daarnet, denk ik, niet echt duidelijk genoeg dan voor u. Voor mij gaat het hier niet om het uitbreiden. Dus er is geen intentie om het aantal beurzen uit te breiden. Dus het verlaagde inschrijfgeld blijft bestaan voor beursstudenten. Maar de categorie die voor mij nu de categorie is waar we wel naar aan het kijken zijn, is de groep mensen die net geen bijna beursstudent is. Die dus nog geniet van een verlaagd tarief. En daar kijken we of we die groep niet wat groter kunnen maken. Maar dat hangt natuurlijk af van hoe hoog wordt het studiegeld, wat zijn de verschillen. Dus die oefening wordt nu gemaakt. Maar dat heeft geen impact op de toegekende beurzen natuurlijk. Het gaat over de categorie tussen het volle inschrijvingsgeld en het verlaagde tarief, maar niet het beurstarief. Dus dat wilde ik eventjes verduidelijken. Maar dan wat de rust tot slot betreft, ik probeer hier ook heel rustig te blijven. Denk ik, collega's, dat de oefening die we nu aan het doen zijn met het met universiteiten en de hogescholen bijzonder boeiend en interessant is. Ik stel vast dat sommige rectoren inderdaad de media opzoeken om dat debat te voeren, maar ik kan ze het hen ook niet echt kwalijk nemen, want de academiejaren worden overal geopend en dan moet iedereen natuurlijk ook zijn ei leggen. Morgen hebben we nog Antwerpen, er is ook nog Hasselt, maar daarna denk ik zullen we dan hopelijk heel binnenkort, binnen 1-2 weken, daar definitieve keuzes kunnen maken. Ik kom mee. Dank u, voorzitter. Ik denk dat het belangrijk is in het parlement, als er daar straks al gevraagd is om de debatten hier serieus te voeren, dat we de dingen ook gewoon kunnen benoemen. Ik kan me inbeelden dat dat af en toe lastig zal zijn als we verwijzen naar dingen die de regering letterlijk zegt of dingen die de regering voorstelt. Want op den duur worden de dingen omgedraaid. Het is bijna de schuld van de rectoren dat ze dingen in de media zeggen over iets waar zij ongerust over zijn. Maar het is deze regering die bespaart op onderwijs. Dat is de essentie van dit verhaal. De regering heeft een besparing beslist. En sterker nog, de regering heeft gezegd aan het onderwijs, aan de universiteiten, los het op. Los het zelf op. Wij gaan het inschrijvingsgeld niet verhogen. We gaan het alleen veroorzaken. En als het verhoogd wordt, moeten jullie het zelf doen. Dus ik vind, mevrouw Krevits, u zegt, ik probeer rustig te blijven. Ik denk dat ik dat ook aan het doen ben. Het is u daar straks niet perfect gelukt. Maar dat is de essentie. Als jullie beslissen om te besparen in hoger onderwijs, veroorzaakt dat de discussie over het hoger inschrijvingsgeld. En dat is maatschappelijk een slechte zaak. U komt bijna naar buiten als de redder. U doet dat ook in de kranten. Want u gaat het onder de 1000 euro houden. Een stijging met 50%. Een stijging van het inschrijvingsgeld met 50%. En dat is dan het goede nieuws. De regering veroorzaakt de stijging, maar we gaan er een plafond op leggen. Ik vind dat een bijzonder slechte zaak voor de maatschappij en voor onze jongeren. En hetzelfde, want ik blijf het hebben over de keuzes, als het over de kinderen gaat. Als je nu beslist om de kinderbijslag niet uit te betalen zoals dat ze voorzien is, als je nu aankondigt dat de kinderopvang ook nog eens gaat duurder moeten worden,
dan gaat dat over keuzes. En ja, er hadden er andere kunnen gemaakt worden. En ik denk op een bepaald moment, en vandaar de onrust opnieuw, zegt de bevoegde minister, we gaan ook de kinderopvang 2 euro moeten duurder maken aan de bovenkant. Natuurlijk creëert dat onrust. Het is weer, en opnieuw, mensen die gaan werken, die vandaag al veel betalen, die factuur gaan gepresenteerd krijgen. En mijn punt is bij al die keuzes, beste regering, het zijn keuzes die jullie maken. Doe niet alsof het een noodwendigheid is. En bij al die keuzes is er eigenlijk een heel mooi woord gekomen in de septemberverklaring. Er zaten een paar mooie woorden in. Een van de mooie woorden was dat het kostenreflectief moet worden. De dingen moeten kostenreflectief worden. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat betekent dat de mensen de rekening moeten gepresenteerd krijgen. Dat de regering wil dat de mensen de factuur zien stijgen. Kostenreflectief heet dat. Heb je zorg nodig? Dit is de echte factuur. Als je waterwerken nodig hebt, rioolwerken, dit is de echte factuur en je moet ze zien. Elektriciteitsinvesteringen, je krijgt de volledige factuur in je bus. Dat is niet meer de begroting. Dat is niet meer de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Dat is de factuur aan iedereen presenteren in your face. En ik ben eens benieuwd hoe Pieter de Krem dat gaat doen. En nog los van de keuze, als hij voor een paar miljard F35 gaat kopen, stel je voor dat hij die factuur ook gaat doorsturen. 700 euro, dat de mensen weten wat dat ze krijgen. En u vraagt over dat allemaal het vertrouwen. Maar omwille van al het voorgaande is het eigenlijk voor ons, net als zoveel anderen, die terecht bekommerd en onrustig zijn, is het onmogelijk om het vertrouwen te geven. Ik vraag me eigenlijk af of de meerderheidsfracties weten waaraan dat ze precies het vertrouwen moeten geven. Hier en daar iemand die al moedig heeft duidelijk gemaakt dat er dingen zijn die ze moeilijk kunnen verteren. Maar waaraan moeten we het vertrouwen geven? Wij kunnen hier het vertrouwen niet gaan geven. We kunnen alleen maar proberen te zorgen dat u die omgekeerde herverdeling, dat is wat u aan het doen bent, dat u die niet doorvoert, omdat ze gewoon niet rechtvaardig is. Minister-president. Ja, meneer Crombé, ik zit nog altijd te wachten op een serieuze tussenkomst van u. U hebt mij heel sterk ontgoocheld in uw populistische uitspraken, de tonaliteit die u gezet hebt, de sentimentaliteit die u aanbrengt om te doen alsof er hier een slagpartij zal gebeuren, terwijl u heel goed weet dat het gaat over verantwoordelijke, gematigde ingrepen die ervoor zorgen dat wij een begroting in evenwicht hebben en ook dat wij kunnen investeren in mensen. Want dat is wat het fundament is van die begroting. We trekken enorm veel geld uit. We blijven enorm veel geld uittrekken voor mensen in onderwijs, in welzijn. U negeert dat wij met die begroting een bijkomend recht oplopen tot 500 miljoen tot 500 miljoen euro uittrekken voor welzijn. Maar wat mij het meest stoort in uw betoog, dat is dat u hier doet alsof u de keuzes in vraag stelt en andere keuzes wil maken, maar dat u die niet formuleert. U vaag over heel vaag over de sterkste schouders, maar ik wil je eens confronteren, meneer Crombé, met uw programma. Met uw programma, toen u naar de verkiezingen ging, wetende wat de kostprijs was die zou betaald worden door Vlaanderen, hebt u uw programma goedgekeurd, waarbij u gezegd hebt dat de gewesten en de gemeenschappen bovenop de besparing van het Vlinderakkoord, en u weet dat we ondertussen ook de inkanteling hebben, de consolidaties hebben van de PPS'en, dat we ondertussen een tegenvallende economische groei hebben, dat de gewesten en de gemeenschappen, ik citeer letterlijk uw programma, dat die daar bovenop nog eens moesten 2,1 miljard euro besparen. Voor Vlaanderen betekent dat 1,3 miljard euro bovenop wat we hier te besparen hebben. U bent economist, u hebt de cijfers die wij brengen op geen enkel moment in vraag gesteld. We hebben een tekort van 1,2 miljard euro in 2015. We hebben een tekort van 1,6 miljard euro in 2016. En u komt met een programma om te zeggen dat Vlaanderen daar bovenop nog eens 1,3 miljard euro moet besparen. Bovenop, hè. En dan citeer ik hoe u dat zult doen. Deze besparingen
En het populisme druipt ervan af. Deze besparingen kunnen gerealiseerd worden door een efficiënter personeelsbeleid en het verwijderen van dubbele, inefficiënte en versnipperde structuren. Zo kunnen we de centrale, gedecentraliseerde en provinciale agentschappen en de verschillende beleidsdomeinen samenvoegen, zoals bijvoorbeeld milieu. Ook moet de rol en het takenpakket van bepaalde administraties, zoals landbouw, grondig geëvalueerd en herbekeken worden. Meer staat er niet. Collega Krombeek, als u denkt dat u 1,3 miljard euro kunt besparen op het Vlaamse overheidsapparaat, bovenop de inspanning die wij doen, dan zegt u als socialist, wij doeken die overheid op. Wij doeken die overheid op, wij doen niks meer, we leggen de wapens neer, het is gedaan. Het is gedaan met investeren, met administratie in stand houden. Als we alleen al het tekort dat we nu hebben dekken door wat u schijnt te suggereren, door meer belastingen, ik weet het niet, maar maak het u eens duidelijk, hè. Ofwel gaat u belasten, ofwel gaat u geld uitgeven dat er niet is. En dan gaat u de schuld ophopen, hè. Geld uitgeven dat er niet is, die 1,2 miljard is er niet. Maar als die 1,2 miljard moet gedicht worden met belastingen, dan gaat u de gewestbelastingen optrekken met bijna 21%, of gaat u de opcentimen verhogen met 15,5%, of gaat u de overheid afbouwen met 38%, en u doet er dan nog eens 1,3 miljard bovenop. Wees dus nu eens ernstig, zeg dat u de cijfers die we brengen, dat die kloppen of niet kloppen, tekort 1,2 miljard, zeg hoe dat u dat gat zou dichten. Zeg of u het eens bent met ons dat we daar bovenop die besparingen doen om die zware investeringen te kunnen doen. Recurrent oplopen tot 500 miljard in de zorg, in welzijn voor de meest behoeftigen. Recurrent oplopen tot 500 miljard in onderzoek en ontwikkeling voor onze economie. Zeg nu eens wat uw keuzes zijn. Zeg het nu eens. Het is eigenlijk, denk ik, ook een nieuwigheid dat niet dat van op de banken, dat de oppositie van bij het begin iedere keer dat ze iets zeggen dat raakt, een populist genoemd wordt. De nieuwigheid is, meneer de minister-president, de nieuwigheid is dat u dat nu nog vaker hebt gedaan dan degene op de banken. En ik ga u een paar dingen erop antwoorden. Een paar dingen. Eén, u zegt... Kom misschien eens tot de groep. Eén, u zegt... Wij hebben cijfers bezorgd. En u betwist dit niet. Ik betwist dat u cijfers hebt bezorgd. U hebt hier jaartallen staan debiteren. 1914, 1934, 1954. Maar de cijfers hebben we niet. Als ik hier... Maar oké, okay, geef ze dan. Zeer simpel. Als ik hier zou vragen... Meneer de minister-president... Dit is niet meer ernstig, als ik hier zou vragen... Dit is u bezorgd, hè? Ik ga, dit is u bezorgd, als ik hier zou vragen, meneer de minister-president... Ik ga een voorbeeld geven. Hoeveel u op vandaag... En antwoord mij dan gewoon. En als u niet antwoordt, stop mij dan populisme te verwijten. Of dat die 500 miljoen extra in welzijn die u altijd aanhaalt... Of dat 500 miljoen meer is dan wat er voorzien was in welzijn. Ik ga u zelf een stuk van het antwoord geven. U maakt de zorg duurder voor de mensen en u doet er geen 500 miljoen bij bovenop de meerjarenbegroting die voorzien was. En twee, meneer de minister-president, u verwijst naar ons programma. U zegt, de besparing die daarin stond, die iets lager was dan deze van de VLD, maar tot daar... De besparing, ik zeg het alleen maar, meneer Tommelijn, om te duiden dat het niet zo vreemd was. De besparing die daarin stond, is eigenlijk deze begrotingsschrappen. Wel, ik ga u geen populist noemen. Het is alleen zo onjuist dat het een beetje triest is. Voor een simpele reden, de besparing die daarin staat, is op alle regio's, dat is één. En twee, en we gaan het daar hopelijk zeer uitgebreid over hebben in de commissie, als u wel alle cijfers hebt... De besparing die daarin staat, gaat neerkomen op wat jullie hier zelf hebben gezegd voor 2016. 1,6 miljard, het gaat hetzelfde zijn. Het gaat hetzelfde zijn. En waarom? Omdat het niet onlogisch is dat er op die manier de berekening gemaakt is. En waarom gaat het hetzelfde zijn? Je hebt 1,16 miljard bespaard. Dat was uw aankondiging. En vervolgens, we gaan dat vaker krijgen, is er hier al drie keer gezegd door de meerderheid... Dat en dat zijn tijdelijke besparingen. Dat en dat zijn meevallers.
Dat wil eigenlijk zeggen dat u in 2016 voor diezelfde oefening staat. U mag mij een populist noemen, ik heb daar geen enkele last mee. Ik ga blijven de dingen benoemen bij naam. Ik ga in de commissie en ik ga u dat plezier doen. En u kent mij een beetje. Ik ga in de commissie wat ik hier nu zeg ook in cijfers doorvragen tot we het weten. En dan is wat u zegt juist of wat ik zeg juist. En we gaan inderdaad in de commissies komen met plannen. Want dat is de typische manier van een debat dat het Vlaams parlement eigenlijk eens zou mogen overstijgen. De typische manier van het debat waar de oppositie zegt, er is geen visie en de meerderheid zegt, hebt geen alternatief. Dat is wat alle drie de meerderheidsfracties tot nu toe hebben gedaan. Waar is uw alternatief? Ik ga nog eens herhalen, hebt ons alternatief 5 jaar meegemaakt. We hebben 5 jaar de begroting op orde gehouden zonder de gezinnen te treffen. Minister-president. Minister-president, dan minister Van Deurze, dan het antwoord van meneer Colombé. Collega Van Deurze, collega Colombé, excuus. U ontgoochelt mij nu nog meer, hè? U hebt het begrotingsboekje gekregen. De voorzitter van het parlement heeft erover gewaakt dat op het moment dat de persconferentie startte, dat u de cijfers had. U weet dat u de volledige begroting krijgt op 22 oktober. Ik zeg u, ga alle septemberverklaringen na, voorafgaand aan deze. U zult in geen enkele septemberverklaring zo gedetailleerd cijfers gehoord hebben als in deze, met de kritiek dat het saai was, droog was, dat het een opzomming was van. Maar u hebt ze gevraagd, u hebt ze gekregen op grote lijnen en u zegt u, we hebben geen cijfers gekregen. U hebt het begrotingsboek. En ik hoor dat u inderdaad zegt, die cijfers kloppen. 1,2 miljard, 1,6 miljard. En u raakt de essentie van de zaak. Hè? U zegt, meerderheid, u maakt verkeerde keuzes. Ik blijf herhalen, er zijn maar 3 keuzes. Dat is meer belasten, heffen. Ik zeg u wat u moet doen om onze budgettaire tekorten te dekken. Ik spreek er nog niet over het fabelachtige besparingsbedrag dat u wil voeren, opleggen. Ofwel geeft u geld uit wat er niet is. Gaat u in het rood, maakt u schulden. Als dat uw optie is, zeg het dan. Zeg het dan dat u de schulden wil laten opdrijven. En meteen de beleidsruimte niet creëren. Hè? Want wij creëren beleidsruimte en er zal u op het gepaste moment tekst en uitleg gegeven worden. 2 jaar lang inderdaad een aantal inspanningen. Om dan vanaf 17 meer en meer en meer te kunnen investeren. Dat is de keuze van die regering. Ofwel doe je zoals wij en zeggen we gaan... We gaan op de uitgaven in grote mate gaan we besparen. En u verwijst naar de vorige 5 jaar. En we hebben daar oefeningen gedaan. We hebben die gezamenlijk gedaan. En dat was het laaghangende fruit. En dat is geplukt. En nu daag ik u uit om te zeggen hoe u die 1,2 miljard gaat dichten. Daarbovenop ruimte maken om te investeren, want dat willen we allemaal. Dat willen we allemaal in onze economie, in welzijn. En daarbovenop... Hoe u die 2,1 miljard, want dat was voor alle gewesten en gemeenschappen schamelijk, ik ben heel correct geweest, maar u schrijft het gaat dus over voor Vlaanderen, is dat 1,3 miljard euro bovenop. Hè? U zou er nog eens 1,3 miljard euro bovenop gedaan hebben. Leg dan eens uit hoe u dat zou gedaan hebben met uw voorstel, simplisme ten top, om dat puur op de overheid te doen. Hè? Puur op de overheid. Zeg mij eens waar u dat haalt op het apparaat, zonder dat u... aan het beleid komt. Dit kan gewoon niet. Minister Van Deurze. Ja, in alle eerlijkheid, ik heb nu toch 5 jaar septemberverklaringen meegemaakt. Ik denk dat wat de minister-president zegt ook zeer juist is. De cijfers zoals ze nu deze keer genoemd zijn, dat is denk ik zeker niet de normale gang van zaken. Dat is van een helderheid in een septemberverklaring die denk ik echt wel beantwoord aan de verwachtingen die er ook blijkbaar voor waren. Dus ik snap niet goed dat u daar een probleem in ziet. Ik vind dat in tegendeel een zeer duidelijke taal die gesproken is. Maar over het welzijnsbudget, nu kan ik niet goed meer volgen. De 500 miljoen die we opbouwen naar het einde van de legislatuur en waar de grote sprongen ook zullen uiteraard komen 17, 18, dat grote nieuwe budget, dat is natuurlijk bovenop de meerjarenplanning en de begroting. En in die meerjarenbegroting zitten voor welzijn ook al een aantal groeipaden die in constant beleid zijn meegenomen. De regering heeft voor de groei van de capaciteit in de residentiële ouderenzorg
ook in de meerjarenraming cijfers mee opgenomen om een groeipad te kunnen voorzien. De evolutie van de tenlastenneming van de zorgverzekering, die zullen groeien, die zijn natuurlijk in de meerjarenbegroting meegenomen. Alle effecten van anciëniteitsaanpassingen enzovoort op lonen in de sectoren die gesubsidieerd worden, die zitten in de meerjarenbegroting meegenomen. En die 500 miljoen komt daar bovenop. Ik ga nog een keer nakijken, als we deze middag even kunnen onderbreken, hoe dat was in uw voorstel voor de verkiezingen, voor het nieuwe welzijnsbeleid. Of dat er ook allemaal buiten was. Want ik heb zo het gevoel dat daar wel eens ook een interessante oefening kan opgemaakt worden. En voor 15 gaan wij 65 miljoen euro investeren in nieuw welzijnsbeleid. Waarvan we 40 miljoen gaan doen in de sector personen met een handicap. Dat is een groter bedrag aan nieuw aanbod in de strijd tegen de wachtlijsten dan elk jaar uit de voorbije legislatuur. Een groter bedrag in een budgetair veel moeilijkere situatie, een groter bedrag in 2015 dan het was in 2010, in 2011, in 2012 en 2013. En we gaan bovendien in 2015 een serieuze injectie geven aan de kinderopvang. Omdat inderdaad naast een tariefstructuuraanpassing we ook gaan investeren om die leefbaarheid te vergroten, die capaciteit te vergroten en te zorgen dat ouders inderdaad meer mogelijkheden hebben om een geschikte plaats te vinden in een redelijke termijn en een redelijke afstand. En we gaan bovendien proberen nog een aantal echte prioriteiten in de jeugdhulp ook nog met het aanbod te verbreden. Dat is nieuw beleid. Niet in een constant beleidoefening, nieuw beleid dat we daaraan toevoegen. En het feit dat we dat doen op het ogenblik dat we echt een gigantische besparingsoefening moeten doen, dat is wat mij betreft, maar ik kan mij vergissen, dat is natuurlijk toch ook wel een zeer sprekend bewijs van het feit dat we getracht hebben een goed evenwicht te vinden tussen inspanningen die van velen gevraagd worden en de keuze om ook voor de mensen die zorg en hulp nodig hebben, ook daarvoor de nodige extra prioriteit in te leggen. Mevrouw Van den Bossen. Ja, meneer de minister-president, ik heb eigenlijk een vraag aan u, een oproep misschien. Wil u de komende jaren, wanneer u met ons in debat gaat, ophouden met telkens de boodschapper simpelweg in discrediet te brengen? Als meneer Combé de bekommernissen van een fractie meedeelt, en ik besef, het zijn niet de uwe. Ja, wij hebben een andere maatschappijvisie. U heeft dat 5 jaar van dichtbij ook gezien. Dus dat we door die boodschap niet eens zijn, dat besef ik. Maar neemt u alsjeblieft een voorbeeld aan mevrouw Krivits en meneer Van Deurzen wanneer zij ingaan op de boodschap. Pak toch niet altijd de boodschapper door, bijvoorbeeld. En u doet het niet enkel met meneer Combé door hem een populist te noemen en daardoor alle kritiek af te doen. U doet het ook met die meer dan 300 verenigingen die zich verenigen in hart boven hart, waarvan het enige wat u daarover over de lippen krijgt is, er zit geld achter. Telkens weer brengt u de boodschapper in discrediet, opdat u niet zou moeten ingaan op die boodschap. En ik vraag u, zeer ernstig, probeert u dat alsjeblieft de komende jaren niet te doen, want ik wil met u een ernstig debat aangaan. Minister-president. Ja, voorzitter, ik wil gerust aan collega Van den Bossen, ik wil gerust aan collega Crombie zeggen wat ik gisteren vertelde over die actiegroepen. Ik heb gezegd dat ik begrip heb voor hun zorgen, dat ik begrijp dat er reactie ontstaat. Op een bepaald moment heb ik een vraag gekregen, wat vindt u ervan dat het allemaal zo georganiseerd is, dat er een website is, dat dat heel professioneel is. Ik heb gezegd, daar zit wat geld achter, inderdaad. Er is geen spontane studentenactie hier alleen, maar niet meer en niet minder dan dat. En dus hou op met dingen uit hun verband te rukken, of te zeggen, u hebt alleen maar verklaard dat. Maar dit terzijde. Ik apprecieer het zeer sterk, collega Van den Bossen, dat u uw broeders hoeder wil spelen. Maar ik stel vast dat uw broeder niet ingaat op de vraag. En ik ontwijk het debat niet. Hij ontwijkt het debat. Ik ga in op de kern van de zaak. Hij ontwijkt het debat. En het debat is dus, collega's van de SPA, er is een tekort dat u niet betwist. Wij zeggen op welke manier wij dit tekort dichten. Wij zeggen bovendien dat wij bijkomende ruimte vrijmaken. Collega Van Deurzen heeft net gezegd wat we allemaal gaan doen aan bijkomende inspanningen in welzijn. Dit is een huzarenstukje in deze tijden. En u zegt alleen maar dat u het niet eens bent met onze keuzes, maar u zegt de rest aan de bevolking, we gaan dat allemaal in deficit laten gaan. Of misschien, u durft het niet te zeggen, we gaan belastingen heffen of we gaan... Maar u zegt het niet, u zegt het. Populisme. Voorzitter, in een poging om het debat
weg te halen uit een wel eens niet spelletje van hoe gaat u het doen en wat weet ik allemaal. Ik heb gewoon twee concrete vragen. Ik heb twee concrete vragen, meneer Diependalen. U weet zelfs nog niet eens wat ik ga vragen. En u wipt eigenlijk al een halve meter naar omhoog. Ik heb gewoon twee... Ja, ik wist niet dat hij zo sportief was, maar... Ik heb gewoon twee concrete vragen. En dat is louter ter informatie. En dat is niet enkel termijner informatie, maar dat is ter informatie van zeer veel mensen die zich die vraag stellen. En ik geef nu opnieuw eigenlijk aan de Vlaamse regering en aan collega Van Deurzen om daar duidelijkheid in te brengen. Wij zien de generieke bedragen rond de besparing kinderbijslag, de indexering. En we hebben ook bedragen gezien in verband met de kinderopvang. Zeer veel mensen vragen aan mij, wat betekent dat concreet voor mijn situatie? Ik kan me niet voorstellen, collega Van Deurzen, dat deze Vlaamse regering die effecten niet heeft doorgerekend. Want u spreekt verschillende keren, en ook de minister-president heeft in zijn toespraak verschillende keren over sociale correcties gesproken. De meest behoeftigen. Maar het wordt niet concreet gemaakt. Dus ik vraag aan u gewoon, laat ons, breng die cijfers op tafel, stel die mensen gerust en laat hen tenminste concreet weten wat het voor hun situatie betekent. Meneer Van Deurzen. Ja, misschien, dat is het voordeel natuurlijk van communicatie die je ook met uw BlackBerry kunt doen. Ik heb ondertussen begrepen wat het bedrag was dat in het SPA-programma stond rond welzijn. Hè. En als het niet juist is, dan zal ik mij dat ook publiek voor verontschuldigen. Maar als ik het goed begrepen heb, was het 550 miljoen. Maar daar zat het constant beleid uit de meerjarenraming van collega Muiters in. Daar zaten de weddendriften in en daar zaten de indexen in. Dat was het nieuwe beleid van de SPA in het verkiezingsprogramma Welzijn. En wat dit regeerakkoord doet, is 500 miljoen bovenop de meerjarenbegroting van collega Muiters. Bovenop dus de weddendriften en de aanpassingen van de weddes. Bovenop datgene wat aan groeipaden voor allerlei sectoren in het constant beleid was meegenomen. Dat is het verschil. Dat is het verschil. En wat betreft die tarieven... Kijk, als u de kinderbijslagen een jaar niet indexeert, dan weet u uiteraard dat de mensen de kinderbijslag zullen krijgen die ze nu krijgen. Dan weet u ook, als we daarbij zeggen dat we dat niet recurrent doen, dat op een bepaald moment het bedrag dat aan die indexatie was gekoppeld in het grote budget van de kinderbijslag zal terugkomen. En dat we dat zullen gebruiken om het nieuwe systeem van de Vlaamse kinderbijslagregeling ook op een goede manier in te voeren. Want je moet zorgen dat je mensen... een stuk respecteert in de manier waarop zij een aantal zaken hebben verworven. Daar moet je dus overgangsbepalingen voor organiseren. En je zal dus marge moeten hebben om die nieuwe keuzes die in die kinderbijslag moeten gemaakt worden, die we in dit parlement uiteraard grondig zal bediscuteren, om dat te kunnen financieren. Dus dat is niet recurrent. En wat de kinderopvang betreft, ook daar, ik kan natuurlijk mij vergissen, maar het feit dat de minister-president... in de septemberverklaring bijna letterlijk de criteria van het systeem heeft geciteerd. Een punctuele maatregel in één sector die in het regeerakkoord in de septemberverklaring wordt beschreven. Namelijk, we gaan het huidige 1,57 euro houden voor de mensen die daarop beroep kunnen doen. Of die via ook het OCMW daarvoor de nodige tussenkomst kunnen krijgen. Het huidige systeem bestaat nu ook. Het is juist hetzelfde. Dezelfde bedragen worden niet gewijzigd. We gaan het minimum op 5 euro brengen, we gaan de kindkorting laten spelen tot kinderen tot 12 jaar en we gaan een minimum van 3 euro installeren voor die mensen die een opleiding volgen, die in een traject van activering zitten. En we gaan daar ook kijken hoe dat we een activiteitsval kunnen vermijden voor mensen voor wie het feit dat je dat minimum zou optrekken van 1,5 naar 3, dat zou kunnen betekenen dat dan inderdaad op het vlak van arbeid en combinatie van arbeid en gezin er een moeilijkheid ontstaat. En dat laatste, collega, dat moet berekend worden, daar moeten we een formule voor maken. En die formule moet natuurlijk administratief haalbaar zijn, moet eenvoudig zijn, moet transparant zijn. Daarmee zijn alle criteria waaraan het nieuwe systeem moet voldoen, genoemd letterlijk in de septemberverklaring. Eerlijk gezegd, ik vind dat toch van een duidelijkheid die niet mis te verstaan is. En er zitten dus enorme sociale correcties in. En het feit dat we dat gaan doen, dit nieuwe tariefsysteem, daardoor ook het decreet een goede, solide basis mee kunnen geven en daar nog supplementair,
echt wel heus wat meer middelen in de kinderopvang zullen steken om het systeem volgend jaar echt wel stabieler te maken, nog meer aanbod te kunnen creëren, leefbaarheid te verhogen. Ik vind dat dat eerlijk gezegd een beweging is die voor de ontwikkeling van die kinderopvang, die in een grote turbulentie is, dat weten we allemaal, een ontwikkeling die voor de kinderopvang in Vlaanderen en voor de ouders die er een beroep op doen, een zeer positieve stap vooruit zal zijn. Minister Gaats. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, voorzitter. Ik wil van de vraag van mevrouw Van den Bossen even gebruik maken over de Verenigde Verenigingen om ook in de zogenaamde zachte sectoren onderwijs en welzijn ook cultuur in het debat te betrekken, hè, omdat het er toch onlosmakelijk deel van uitmaakt. Ik deel uw mening dat het signaal dat die mensen eergisteren gegeven hebben ook serieus moet genomen worden. Ik heb gisteren ook de tijd gemaakt, en dat verdient absoluut geen applaus, dat is het minste wat we moeten doen, om met al die mensen op zeer hoog tempo intensieve gesprekken te hebben, om hen zo respectvol mogelijk mee te delen welke besparingen hen te wachten stonden. Daar maar om te zeggen dat een dialoog heb je met het middenveld in makkelijke tijden en ook in moeilijke tijden. Ik wil dat blijven doen. En ik denk dat ook de rest van de regering op diezelfde lijn zit. Ik denk het niet alleen, ik weet het ook met zekerheid. Want vergis u niet, hier zitten ook mensen wel degelijk met een hart, en dan met een T, hè, voor cultuur, onderwijs, welzijn en andere sectoren. Dit is geen regering van cultuurbarbaren of beeldenstormers, helemaal niet. Maar natuurlijk, wij maken keuzes. En de keuzes die vanmorgen ook in de pers aan bod gekomen zijn, die wil ik toch even aan het parlement toelichten, omdat de beleefdheid dat ook gebiedt. Hè. Effectief, wij gaan min 5% gemiddeld besparen op het cultuurbudget. En ik herken, dat is meer dan de kaasschaaf. Dat blijft niet altijd in de koude kleren zitten. Zeker wanneer je in een vork zit van sommige instellingen die min 2,5% moeten besparen. Ik zeg niet maar min 2,5%, ik zeg min 2,5% moeten besparen. En een aantal zelfs tot 7,5%. Waarbij ik toch ook wil zeggen aan meneer Krombeer en mevrouw Van den Bossen, er zitten keuzes in de keuzes. Bijvoorbeeld op jeugd en op moeilijke kansengroepen en dergelijke meer zullen wij nog minder besparen. Het blijft wel besparen, maar we maken keuzes net zoals mevrouw Krivits, meneer Van Deuzen en de rest van deze ploeg doen. Een andere keuze is dat wij kiezen voor mensen. Wij gaan op de steunpunten meer besparen tot min 20%. Dat zijn harde cijfers, daar ben ik mij bewust van. Maar als ik voor de keuze gesteld word om tussen het werkveld en het terrein te kiezen en de mensen die voor kennisopbouw, belangenbehartiging en dergelijke meer moeten zorgen en die dat ook vaak goed doen, dan weet ik waarvoor ik kies. En ik heb hen dat ook proberen uit te leggen. Wij gaan dat overleg en die dialoog de komende maanden ook blijven doen, omdat ik absoluut wil dat er een perspectief geboden wordt, zoals bijvoorbeeld meneer Van den Heuvel al heeft aangegeven, dat wij de komende jaren verder gaan bouwen. Het kunstendecreet zal ons daarbij helpen. Dit parlement heeft mij een opdracht gegeven met het stemmen zeer breed in de vorige legislatuur van het nieuwe kunstendecreet. Die oefening is niet vrijblijvend. Hè. Die wordt nu ook wel wat doorkruist door de besparingscijfers, maar wij zullen daar een moeilijke inhoudelijke oefening hebben die ik ook samen met het parlement wil maken. Ik wil besluiten, meneer de voorzitter. We investeren tegelijkertijd ook. Meer dan 40 miljoen vanaf 2015 gaan wij inzetten in culturele infrastructuur. En wat mij betreft is dat maar een begin. En dus de boodschap die wij geven, ja, het is niet gemakkelijk, maar wij besparen. Wij gaan dat doen om daarna weer te kunnen opbouwen. Dat perspectief moeten wij als regering ook duidelijk aan de maatschappij geven. En wij blijven inmiddels investeren. Goed. Meneer Krombeer. Dank u, voorzitter. Meneer de minister-president, de moeilijkheid van het debat, als u zegt dat ik nog niet geantwoord had, dat is waar. Ook omdat ik tussen uw vragen en nu het woord niet meer heb gekregen om te antwoorden. Hè? Ik weet niet of dat u dat opgevallen is, maar ik heb gewoon nog niet kunnen antwoorden. Hè? Ik heb zo geen knop hier, ik kan alleen dat ding hier omhoog en omlaag doen, maar ik kan niet duwen om het woord te krijgen. Maar ik dank minister Gats. Ja. Ik dank minister Gats. We hebben een aantal voorbeelden gegeven over de keuzes naar kinderen, onderwijs, bussen, noem maar op. Ik dank minister Gats omdat hij tot nu toe de enige is die zegt waar het op staat. Niet de minister-president, niet de minister van Welzijn. Het staat erop dat als jullie harde keuzes maken en keuzes maken om een reden, zeg het dan. Niet op de manier daar straks op welzijn, want in de kinderopvang gaat er wat tariefaanpassingen zijn. U hebt, meneer de minister, en dat is nog maar het begin van het debat, op een bepaald moment gezegd dat zelfs de kinderopvang die het duurst is vandaag,
duurder zou worden. De VLD-fractie heeft erop gereageerd. Op dit moment, u hebt op een bepaald moment gezegd dat er 2 euro zou bijkomen. Mevrouw Van Volsem heeft gereageerd, want ik zie dat u het niet herinnert. Het gaat over de keuzes duidelijk maken. Als jullie die keuzes willen nemen, als jullie die zelf goed vinden, maak ze dan duidelijk. Draait er niet rond. We gaan toch niet 5 jaar het verkiezingsprogramma van de SPA meer geanalyseerd zien door de regering dan hun eigen keuzes die ze maken. We gaan dat toch geen 5 jaar doen. En als het gaat over welzijn, en laat mij nu eens heel duidelijk zijn over die keuzes. Als het gaat over welzijn, ja, wij hadden een ander traject. Een traject waar we er niet voor kozen om het overal voor de mensen duurder te maken. En als ervoor gekozen werd om het duurder te maken, om het inkomensgebonden te doen. Zoals veel van die verenigingen vragen. Want dat is dan een van de vragen die ik stel waar niet op geantwoord wordt. Waarom maakt u de zorgpremie voor mensen die het minst hebben 150% duurder en voor de mensen die het meest hebben 100% duurder? Dus wel over die keuzes. Waarom wordt er gekozen om het kindergeld uit te stellen? En wees daar dan duidelijk op. U doet een indexsprong in het kindergeld. En u zegt, weet je wat, tijdelijk gaan ze wat minder krijgen. Ja, maar die tijdelijk. Hoe lang gaat dat duren? Gaat u binnen een jaar nog een reden hebben om het niet te indexeren, om nog een indexsprong te doen in het kindergeld? Of binnen 3 jaar? Of weet u hoeveel indexsprongen u gaat doen in het kindergeld? Maar zegt u het niet? Dat is de duidelijkheid die verontruste mensen vragen. En we gaan, als we op 2 oktober duidelijke cijfers krijgen, meer dan jaartallen, dan gaan we echt op die fijne keuzes ingaan. Niet op de ruwe keuzes, meneer de minister-president, zoals u ze schetst. Besparen, de mensen hun facturen verhogen, in het rood gaan. Nee, op duidelijke keuzes, zoals we gaan kindergeld niet volledig uitbetalen, maar we gaan niet komen aan het budget voor de diplomatie. Want we hebben toch fantastische dingen in het buitenland. Dat is wat we wel weten van de cijfers. Maar over veel dingen weten we het nog niet. Uw keuzes komt ervoor op. Als u het wat lastig hebt met het feit dat ik hier andere dingen zeg dan vroeger in dit parlement, het zal ermee te maken hebben dat ik fractieleider was in de meerderheid en nu in de oppositie, maar het heeft nog veel meer te maken met het feit dat er in Vlaanderen een ongeziene, omgekeerde herverdeling in uw plannen staat. Als je dat goede vindt, komt er dan gewoon vooruit. Ik vind het onrechtvaardig en je moogt het weten. Ik word er niet alleen lastig van, maar bij momenten zelfs kwaad dat u het niet gewoon durft zeggen. Maar het zijn uw keuzes. U hebt ze gemaakt en... Mensen krijgen wat betreft de kinderbijslag volgend jaar niks minder. Ze krijgen de indexatie die normaal het traject zou zijn, niet. En die indexatie zal, dat volume geld zal hernomen worden, is niet recurrent weg uit het budget dat wij aan kinderbijslag besteden. Wanneer? En wat de zorgpremie betreft, ik heb het gezegd wanneer. Ik heb gezegd wanneer het nieuwe stelsel dat wij in Vlaanderen zullen ontwikkelen in het parlement zal goedgekeurd worden. En u heeft toch ook, neem ik aan, kennis van het traject dat in de kinderbijslag afgesproken is tussen de federale overheid en de gemeenschappen, waarin staat hoe lang wij nog op de RKW of FAMI-vet kunnen beroep doen en wat de modaliteiten zijn waarin wij, in welke slot van de tijd, wij een nieuw systeem kunnen ontwikkelen. Dat is de timing en ze staat bovendien beschreven, letterlijk in het Vlaams regeerakkoord, welke timing dat is. Wat de zorgpremie betreft, sinds 2003 niet aangepast. Er is een verlaagd tarief voor diegenen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, waarop u in de ziekteverzekering recht kan hebben, ook in functie van inkomen. En de verhoging van die premie voor de mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming is 15 euro. De verhoging van de mensen die 25 euro betalen is 25 euro. Dat is het verhaal zoals het is opgebouwd. En ik zou verwachten, in alle eerlijkheid, dat socialisten, misschien onder andere modaliteiten, dat is een discussie die kan gevoerd worden, maar in ieder geval toch tevreden zouden zijn dat het financieringsspoor voor de sociale sector via de zorgpremie als onderdeel van de zorgverzekering en later de volksverzekering die we de Vlaamse sociale bescherming noemen, dat spoor ontwikkeld wordt. Want dat is voor de stabiliteit van de financiering van de zorgsector voor de toekomst ontzettend belangrijk. En op dat punt had ik eerlijk gezegd gedacht dat men zou zeggen, ja, we begrijpen het wel, we vinden het eigenlijk wel goed dat u dat spoor kiest, maar
we hadden misschien over de modaliteiten kunnen discussiëren. Dat is toch de kern van de zaak. Wij gaan een verzekeringssysteem maken voor mensen die langdurige zorgnoden hebben. Dat is een ongelooflijk instrument dat wij gaan ontwikkelen. Wij gaan dat doen door de bevoegdheden die overkomen door de zesde staatshervorming samen te brengen met bestaande bevoegdheden, ondersteuning van mensen met beperkingen. Dit soort care-beleid ontwikkelen in Vlaanderen en dat doen in solidariteit in een verzekeringssysteem, dat is een ongelooflijke verworvenheid van dit regeerakkoord en het zal een historisch moment zijn in deze legislatuur. Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij met de laatste tussenkomst. Mevrouw Jans, even de duidelijkheid. Ik heb gezien dat u het woord vraagt, maar u kunt niet met drie tegelijk spreken. Dus u krijgt zo dadelijk het woord, maar u zich daar alsjeblieft niet ongerust over. Ik krijg er trouwens hartkloppingen van. Mevrouw Jans. Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat intussen het verhaal van de zorgverzekering wel wat meer aan bod is gekomen. Want ik was ook verbaasd toen ik u, meneer Crombé, en ook uw collega Joska op de radio en in alle andere media hoorden vertellen hoe verbolgen u was over deze verhoging. En u heeft het daar straks ook genoemd als een moeilijk verteerbare beslissing die wij hier maar moeten verkroppen met de handen op de rug. Dit is één van de keuzes, van de duidelijke keuzes die deze regering maakt, die wij toch niet anders kunnen dan volop verdedigen. Het gaat over een verhoging van 10 naar 15 euro, van 25 naar 50 euro. En dat is ook kostenreflectief, want we weten waarvoor dat geld dient. Dat geld dient om elke maand meer dan 200.000 zorgbehoevende ouderen een premie te geven van 130 euro. En als u mij nu vraagt, vindt u dat niet verschrikkelijk dat, en ik verwijs naar, denk ik, een tweet van mevrouw Van den Bossen enkele minuten na de septemberverklaring, het 2,5 keer duurder wordt. Het gaat van 10 naar 15 euro. Dus ik schiet niet op de boodschapper, maar men moet ook denken welke boodschap men de wereld instuurt. Het gaat van 10 naar 15 euro en het dient om honderdduizenden mensen, zorgbehoevende mensen, een premie uit te betalen. Waarvan bewezen is, als dat systeem niet kan behouden worden, dat men vaker zal moeten beroep doen op het OCMW. En dat men daar echt problemen mee creëert. Dus als u ons hier nu vraagt, wees duidelijk over de keuzes. Wij zijn duidelijk over de keuzes. En dit is vast niet het meest populaire dat ertussen steekt, ongetwijfeld. Maar ik zal het verdedigen. Niet omdat het moet, maar omdat ik overtuigd ben dat dit soort maatregelen nodig zijn voor het behoud van ons sociaal model en net die zorg voor die kwetsbaren. Mevrouw Van der Brand. Ja, eerst terzijde, in de verklaring die wij hebben gekregen staat van 10 naar 25 euro en van 25 naar 50 euro. Misschien is het intussen weer veranderd, maar daar hebben wij geen feiten van. Wij hebben het bedrag gekregen. Voor de armste groepen gaat van 10 naar 25, dat is maal 2,5. Voor alle andere mensen gaat van 25 naar 50 euro, dat is een stevige verhoging. Maar dat is niet waarom ik het woord vroeg. En misschien ben ik ongeduldig, maar ik kan hier echt niet zo rustig op mijn stoel blijven zitten als ik sommige dingen hoor. Hier wordt geciteerd uit het verkiezingsprogramma van andere meneer Van Deurzen. In uw verkiezingsprogramma, uw eigen verkiezingsprogramma, belooft u ook 750 miljoen bovenop de bestaande middelen. U komt nu met 500 miljoen af, dat is al minder. En die 500 miljoen die wordt nog eens vertaald naar 65 miljoen voor het eerste jaar. Laat ons aan toe dat we toch een beetje meer hadden verwacht. Dat gaat voor een groot deel naar de gehandicaptenzorg. Dat is goed, daar zijn enorme noden. Er schiet dan na die bedragen daarvoor, schiet er nog voor de kinderopvang, voor de bijzondere jeugdzorg, voor de geestelijke gezondheidszorg, voor de ouderzorg nog 25 miljoen over. Daar gaat u niet veel mee kunnen doen. Dat gaat amper een doekje voor het bloeden zijn. En terwijl u 500 miljoen extra belooft met een groeitraject, 65 miljoen het eerste jaar, wordt er ook bespaard. Er komt geld bovenop, maar er wordt ook geld bespaard. En dan staat er een cynisch zinnetje, we besparen toch iets minder, maar er wordt bespaard. Kind en gezin moet besparen. Het groeipad in de gezinszorg wordt vertraagd. De kinderopvang, daar zijn nu al geen budgetten voor nieuwe startende kinderopvang. Waar gaan we daarmee naartoe? De zorgverzekering is net aangehaald, gaat omhoog. En het kindergeld wordt niet geïndexeerd. En over dat laatste, het kindergeld wordt niet geïndexeerd en u hebt daar op de radio van gezegd, mensen gaan dat niet voelen. En als hier dan gevraagd wordt van ja, hoe lang gaat dat duren dat niet indexeren, wanneer is het, zegt u van ja, kijk naar de zesde staatshervorming. Volgens die zesde staatshervorming mag u tot 2019
beroep doen op het huidige systeem. Gaan wij tot 2019 ons kindergeld niet indexeren? Is dat de garantie die we krijgen? En beweert u dat mensen dat niet zullen voelen? Ik denk dat die besparingen in de zorg zullen wel gevoeld worden door de mensen. En de investeringen die u belooft zijn ruimschoots onvoldoende om de enorme wachtlijsten die er zijn concreet aan te pakken. Mevrouw Segers. Ik wil even terugkomen op de keuzes die zo net minister Gat verduidelijkt heeft. Het is altijd als minister uiteraard nodig om keuzes te maken, maar ik begrijp ze niet. En ze zijn ook niet echt consequent met de regeringsverklaring. U heeft in dialoog gegaan met de sector, maar die is wel heel bezorgd. Ook al heeft net gemeld dat dit heel concrete gevolgen heeft, uw 2 tot 5 tot 7% besparingen, voor reeds ondergesubsidieerde kunstenaarsorganisaties, die vanaf nu wel echt bedreigd gaan zijn in hun voortbestaan. En er gaat moeten ingegrepen worden op personeelsbestanden. In de regeerverklaring staat er letterlijk dat u bezorgd bent over verdrukking en verlies van culturele eigenheid. U bent bang voor het Amerikaans cultuurimperialisme. Als dat uw bezorgdheid is, als dat het doel is, het versterken van de culturele identiteit in Vlaanderen, dan is die beslissing om 2, 5, 7,5% subsidies af te pakken en net aan die organisaties die zuurstof geven voor een maatschappij, ook nog eens 27 miljoen besparen op de VRT, 15 miljoen al volgend jaar, die precies het vehikel is voor het bouwen aan die Vlaamse culturele identiteit, dan is dat onbegrijpelijk. Vanaf nu wordt voor alle verenigingen die met heel krappe middelen, veel inzet van vrijwilligers, het bijzonder moeilijk hebben om die inzet vol te houden. We gaan nu vanaf nu in Vlaanderen veel minder cultuur- en verenigingsleven 's avonds en in de weekends hebben. We gaan dus met z'n allen massaal meer voor tv zitten. En wat gaan we met z'n allen kijken? We gaan samen naar een heruitzending van de kampioenen kijken. Niets mis met de kampioenen. Maar de besparing die u oplegt aan de VRT... Mevrouw Segers, we horen niks meer. Mevrouw Segers, wacht u even. Ja. Ja, u bent nieuw in het parlement, maar je moet altijd de meerderheid altijd even laten... En dan kun je verder gaan. Ja, het is mijn eerste keer, hè. Ja, daarom. We gaan massaal naar de kampioenen kijken en er is niks mis met de kampioenen. Maar voor de VRT, die al de afgelopen jaren al met 12% minder overheidsdotaties werkte, 350 man aan de deur al heeft gezet, gaat dat bekeken dat ze niet meer kunnen investeren in lokale content van hoog niveau. En dat is waar we recht op hebben. En ook niet meer in nieuws. Dat zijn zeer verkeerde keuzes. Goed. Meneer Combe, ik denk dat dit onderwerp meer dan voldoende besproken is. Trouwens, u krijgt nog 5 jaar de tijd om daarover te debatteren. Hè? Dank u, voorzitter. We gaan het uitgebreid over jullie keuzes hebben. De dag dat we weten wat jullie precies aan het doen zijn. Ik snap wel dat er verwarring is, dat jullie op vandaag niet alles kunnen zeggen, dat jullie niet weten hoe lang de indexsprong van de kinderbijslag zal duren, of het nu 15 of 25 euro is. Als je dat allemaal hoort, heb dan een klein beetje begrip voor de onrust. Ik heb daarnet in een paar tussenkomsten, zowel vanuit de regering als vanuit het parlement, gewoon duidelijk gemaakt hoe onduidelijk u bent. Maar het zijn uw keuzes en het is uw eerste septemberverklaring. En ik ga afsluiten met de beide partners proficiat te wensen met een huwelijk. Dat lijkt toch wat het is, deze regering, een huwelijk. Een huwelijk met de VLD, hè? De bruidsmeisjes die niet bij de voorbereiding betrokken waren, maar die toch wel content zijn. Die toch wel content zijn en het is u gegund. Het is u gegund. En een huwelijk tussen N-VA en CD&V, waarbij de ene gelukkig lijkt en de andere getrouwd. Een beetje van moeten, maar niet van harte. Ik dank u. Goed, dank u wel, meneer Van Dalen. Diependalen, excuseer. Ja, dat is omdat meneer Van Dalen zoveel in het sprekersstoel staat. Dat heeft daarmee te maken. Meneer Diependalen. Ja, dat was geweldig. Collega's, het debat is ondertussen al in vergaande staat van ontbinding. Maar ik grijp graag even terug naar de voorstelling waarvan we maandag mochten genieten.
Toen werd het onderwerp Macht en Onmacht prachtig bezongen door Opera Vlaanderen onder de titel Politieke Macht en Onmacht in Harmonie. Ook de parlementsvoorzitter had het erover in zijn openingstoespraak. De Vlaamse burger associeert het Vlaams parlement, u allemaal, en de Vlaamse regering met macht. En dat heeft zo zijn gevolgen. Onlangs verscheen bij Cambridge University Press een boek van twee Nederlanders. Power, Politics and Paranoia. Why People Are Suspicious of Their Leaders. Van Lange, een van de auteurs, stelt dat het wantrouwen dat mensen hebben tegenover onder andere politici heel diep geworteld is. En ik citeer even, iedereen voelt zich kwetsbaar tegenover diegene die macht over hem of haar kan uitoefenen. Zeker als het om leiders gaat die je niet goed kent. En dat is best begrijpelijk. Mensen denken dan al snel, better safe than sorry, we blijven maar beter waakzaam. Einde citaat. Dat is allemaal zeer normaal en zeer begrijpelijk. Er mag dan wel een natuurlijke kritische houding zijn ten aanzien van macht. Politici hebben natuurlijk wel het vertrouwen nodig van de bevolking. En niet enkel op die dag van de verkiezingen. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat de mensen op zoek zijn naar rechtlijnige politici. Ik ben ervan overtuigd dat de Vlaming wel vertrouwen wil schenken aan leiders die niet kiezen voor gemakkelijke antwoorden, maar voor eerlijke antwoorden. Thomas Friedman, topcolumnist van de New York Times. Ja. Van de New York Times. Schreef in die krant dat in crisistijden buitengewoon leiderschap moet starten met de mensen de waarheid te vertellen. Meneer Crombeet, dat is exact wat wij doen. Collega's, ik heb het in juli ook al gezegd, deze regering is eerlijk. Deze regering steekt de kop niet in het zand. Alleen daardoor kan zij ook het vertrouwen winnen van de bevolking. Hetzelfde vertrouwen dat zij zelf wil schenken aan haar administratie, aan ondernemers, aan gezinnen, lokale besturen, het middenveld en zo verder. De ambitie van deze regering zijn duidelijk en drieledig. Eerst en vooral een begroting in evenwicht, maar ik heb begrepen dat we daar allemaal willen naar streven. Ten tweede het versterken van onze economie. En ten derde investeren voor de gemeenschap en in de gemeenschap. Maar we moeten ook eerlijk zijn in onze analyse. Namelijk over de aardsmoeilijke omstandigheden waarmee die ambities niet makkelijk te verzoenen zijn. En ik start met die eerste ambitie, de begroting in evenwicht. U weet dat Vlaanderen, samen met de partners van de vorige legislatuur, de laatste jaren een van de weinige regio's of staten was die consequent een begroting in evenwicht kon afleveren. Dat op zich verdient een pluim. Maar ondanks die prestatie lijkt het alsof we vandaag op budgetair vlak van vooraf aan moeten beginnen. En de oorzaken daarvan zijn voldoende bekend. De economische crisis blijft langer dan verwacht aanhouden. De zesde staatshervorming neemt de beleidsruimte die de vorige regering had gecreëerd, volledig in. En de nieuwe Europese begrotingsregels maken het ons moeilijker om de nodige investeringen door te voeren. De Vlaamse regering heeft geen enkele vat op die drie oorzaken. Maar ze maken wel dat deze regering opnieuw moet besparen. Die begroting is de vuurtoren waarop wij varen. Het evenwicht behoedt ons van de klippen van overheidstekorten, oplopende schulden en het afschuiven van onze lasten op de volgende generaties. Zelfs de simpelste ziel begrijpt dat de schulden van vandaag de belastingen van morgen zijn. Wij maken dan ook de duidelijke keuze, net zoals we in de vorige legislatuur gedaan hebben, om die begrotingsdoelstelling van de vorige regering verder te zetten. Wij weigeren een hypotheek te leggen op de economische en sociale ontwikkeling van morgen. Wij moeten nu opnieuw de ruimte creëren om te investeren in onze economie en in onze samenleving. En daarmee kom ik aan de tweede ambitie van deze Vlaamse regering. Dat is het versterken van onze economie. Zoals we allemaal weten houdt de economische crisis langer aan dan verwacht. Je moet maar eens teruggrijpen naar media, wetenschappelijke bijdragen of zelfs naar tussenkomsten die hier door collega's werden gemaakt in 2009 en 2010. Toen leefde nog de hoop dat de crisis niet langer zou aanhouden dan 2011.
En slechts weinigen hebben toen voorspeld dat we nog in 2014 de gevolgen zouden meeslepen van de bankencrisis. Een crisis die ontegensprekelijk gestart is door het wanbeleid van heel wat banken, maar die zich ook al heel snel als een parasiet genesteld had op de vruchtbare voedingsbodem van overheidsschulden van heel wat landen in Europa. En het is onze verantwoordelijkheid om te breken met dat verleden. Om opnieuw aan te sluiten met groei en een hersteld vertrouwen dat zich maar heel traag laat voorspellen. Nu, het zijn ironisch genoeg vaak de criticastes die mijn partij verwijten oogkleppen te dragen, die zelf vergeten dat Vlaanderen geen eiland is. Vlaanderen is nu eenmaal een partner die in het grotere geheel van de Europese Unie engagementen en begrotingsdoelstellingen op zich heeft genomen. Wij pleiten er dan ook niet voor om eenzijdig af te wijken van de Europese regels. En ik hoop dat ook anderen dat niet doen. Het Planbureau liet vorige week weten dat het economisch herstel van de eurozone moeizaam verloopt en dat de economische groei dit en volgend jaar lager zal liggen dan voorspeld. De minister-president heeft het zelf maandag ook al meegegeven. De eurozone stevend af op een groei in 2014 van een schamele 1,1% en voor 2015 wordt de verwachting bijgesteld van 1,8% naar 1,5%. Nu, wij willen als volwaardige partner in de Europese Unie onze verantwoordelijkheid opnemen en meewerken aan een gezond begrotingsbeleid. Ook al hebben wij zelf onze vragen bij de nieuwe Europese regels die nog moeilijker maken voor overheden om te investeren. Collega Crombie. Dank u, voorzitter. Ik heb daar straks niet zoveel kunnen zeggen, daarmee heb ik nog eens tussenkom, maar ik wil eens in de redenering die u nu aan het maken bent, meneer Diependalen, we weten wat de oorzaken van het verleden zijn. We zijn het eens met het feit dat de banken hebben veroorzaakt dat dat lang en grondig blijft duren. Er zit één iets in de redenering waar ik het helemaal niet mee eens ben, ik sta daar niet alleen. Dat is dat u ook al aan het uitleggen bent waarom u de moeilijke economische groei van de toekomst aan het organiseren bent. Ik ga een aantal zaken daarover zeggen. Eén, de meeste economisten zijn gestopt met te zeggen dat alleen maar besparen of de facturen verhogen de oplossing kan zijn voor de toekomst. Ik heb ze daar straks opgenoemd. Zij zeggen investeert. En dat de lastigheid van Eurostat daartussen komt, dat heeft er toch voor gezorgd dat die investeringen op een laag pitje blijven. Twee, ik weet niet of u gezien hebt wat er gebeurd is sinds de aantreden van de regering. Ik ga het verband niet te sterk maken, hè. Maar de laatste maanden is het vertrouwen van de consumenten enorm gezakt. De laatste twee maanden. En economie, dat gaat alleen maar over vertrouwen in de toekomst, hè. Verwachtingen. Dat is het enige dat de economie bepaalt. Dus mijn punt is zeer duidelijk. U bent niet alleen aan het uitleggen wat de oorzaken zijn vanuit het verleden dat de toestand op vandaag bepaalt, maar u bent ook het omgekeerde aan het zeggen van wat we nodig hebben. Dat is vertrouwen, positieve verwachtingen en die investering. Dat zeggen alle economen, nationaal en internationaal. En onderhand zijn de enigen die dat niet zeggen, eigenlijk de partijen die in de Zweedse coalitie zitten. De situatie van de gezinnen, en daar sluit ik mee af, stond gisteren in de krant. De welvaart is zeer hoog, de op twee na hoogste ter wereld, meneer de minister-president. Dus u had gelijk. 100 jaar beleid heeft gemaakt dat we in de top van de wereld zitten van welvaart. Maar er stond ook bij dat de schulden van de gezinnen bij ons laag zijn. Wat u doet, gaat niet alleen het vertrouwen van consumenten ondergraven, maar gaat ook zorgen dat je de schulden bij de gezinnen legt. Je noemt dat, pak uw verantwoordelijkheid zelf, zelfredzaamheid, maar eigenlijk is dat, trek uw plan. Vroeger kwam de overheid daarin tussen. En nu moet u zelf uw plan trekken. Meneer Crombie, collega Diependalen, ja. Meneer Crombie, ik ga de discussie over de grauwe hebben we daar juist al gehad. Hè. Die grauwe haalt inderdaad aan dat we meer moeten gaan investeren. U bent daarmee eens, maar Europa laat het niet toe. En hij zegt dat we daar moeten aan voorbij gaan. Ik denk dat we indien mogelijk nog een dialoog moeten gaan met Europa. Maar laat ons eerlijk zijn. Maar rustig, meneer Crombie, rustig. Maakt het ons moeilijk om te investeren. Maar u zegt alle economen, maar dat zullen dan toch alleen maar alle economen uit de Socialistische Partij zijn. Want ik heb hier een citaat van het Planbureau. Meneer Crombie, luistert even. Een citaat van het Planbureau. Het komt eigenlijk straks in de speech nog naar voren. Dus je gaat twee keer moeten horen, maar je zult dan goed onthouden. En goed luisteren, hè. De remmende groeidynamiek. De remmende groeidynamiek van de eurozone,
Vooral doordat een aantal lidstaten nog steeds kampt met hoge schulden en ontoereikende kredietverlening. Dat is exact waar wij een antwoord willen op bieden. Wij weigeren schulden op te bouwen om net in de toekomst terug te kunnen groeien. Dat is exact het punt wat wij willen maken. Wij willen nu besparen om beleidsruimte te creëren om te investeren. Dat is exact wat we willen doen en in het verleden heeft men dat niet gedaan. En dat zijn nu nog altijd de schulden die je moet opbouwen. Ik heb het straks ook over de Matteau-doctrine. Ik ga er straks ook op terugkomen. De schulden zijn er vanzelf gekomen en ze zullen vanzelf wel weer verdwijnen. Ik zou wel willen, meneer Combé, ik zou het wel willen geloven, maar zo werkt het niet. Meneer zo Dorfka. Werkt het niet. Daar moeten we exact daar moeten we op ingrijpen. Dat is het project van deze regering en daar staan wij voor en gaan wij voor. En ik ben ervan overtuigd dat later onze kinderen, u en die van mij en van iedereen hier buiten, zullen ons daar dankbaar voor zijn dat wij niet dezelfde fout maken als die die in het verleden gemaakt is. Pure schuldopbouw. Daar doen wij niet aan mee. Meneer Zoska. Meneer Diependalen, u zegt dan van ja, oké, dat zijn economisten die niet tot ons huis behoren, maar ik heb toch ook wel, en dat heb je ook wel gelezen. Ja. Meneer Zoska. Ga proberen, hè. Maar u moet ook maar eens een van de laatste interviews van Moezen lezen, de beruchte Moezen-norm, en ook hij geeft het eigenlijk aan. Dat is dan toch iemand die u in het verleden al te graag heeft gebruikt. Maar wat betreft die schulden, u zegt, wij hebben nooit schulden opgebouwd en we willen dat ook niet doen. Maar het is nu net het element dat u schulden buiten de begroting hebt opgebouwd, in de PPS-constructies, de scholen van morgen, die nu een stuk de beleidsruimte die u zou hebben eigenlijk verkleint. En dus ik vind, als je intellectueel eerlijk bent, en dan kan je nog discussiëren over hoe ver Europa nu moet gaan, maar als je intellectueel eerlijk bent, dan streef je naar een transparant financieel beleid. En dan moet je stoppen met het mantra van wij hebben eigenlijk in het verleden geen schulden opgebouwd. U hebt die opgebouwd buiten de begroting PPS. Veel van mijn voorgangers hebben dat hier ook verkondigd. Ik herinner mij nog zeer goed dat in de commissie Financiën, de laatste keer als het rapport alternatieve financiering op tafel lag, we hebben dat ook besproken in de commissie Mobiliteit, ook vanuit uw fractie kritische vragen kwamen over het feit dat met die beschikbaarheidsvergoedingen de toekomstige beleidsruimte zwaar zou belast worden, tot 672 miljoen euro per jaar op kruissnelheid, al die PPS'en. En nu zegt u van, wij willen geen schulden maken. Het zijn de schulden die u buiten de begroting hebt gehouden. Het zijn de schulden die u buiten de begroting hebt proberen houden, die u nu uw beleidsruimte kosten. Dus ik vind dat u daar toch ook enige eerlijkheid aan de dag mag leggen. Ik vind dat zeer onfair. Meneer Van den Heuvel. Ja, twee zaken. Een eerste zaak is, er wordt regelmatig geciteerd van, kijk, we moeten ook niet te hard besparen, maar de landen. En ik heb daarnet al Frankrijk genoemd, maar de landen in Europa die tekorten cumuleren. Wat zijn de groeicijfers van die landen? Wat zijn die groeicijfers van die landen? Liggen die hoger dan het gemiddelde of lager dan het gemiddelde? Wat is het consumentenvertrouwen in die landen? Wat is het ondernemersvertrouwen in die landen? Wat is de investeringsritme in die landen? Ligt dat hoger of lager dan in landen waar de begroting op orde wordt gehouden? Dat is een basisvraag. En ik denk dat als we een vertrouwen willen maken, duurzaam, en dat is ook wat hier op komt, we voeren niet langer een duur sociaal beleid, maar we willen een duurzaam sociaal beleid. Dat langer duurt dan de Titanic die een deuntje nog zingt, maar stilaan zingt. Wij staan voor een duurzaam beleid. En dat is soms een beetje terugtrekken om achteraf het veel beter te doen of op het niveau te houden. Mevrouw Turtelboom en dan meneer Tobak. Ja, een aantal punctuele opmerkingen. Over de PPS-constructies is altijd geweten, is er elk jaar in november een briefing in het parlement, dus iedereen weet exact welke constructies erop in de planning zaten en welke constructies er eigenlijk in de planning zaten en mogelijk zouden kunnen ingekanteld worden. En dan zou ik toch nog willen zeggen, als men hier altijd spreekt over de investeringen. Meneer Plombé doet het gevoel alsof dat er niet meer geïnvesteerd wordt. Alles valt stil. We hebben een fetisj gemaakt van een begroting in evenwicht. Die moeten we hebben en we stoppen met scholen bouwen. We vertragen dat, ik denk, ik weet niet meneer Combré, maar als je
Als je misschien ooit geleend hebt voor een huis, maar de keuken komt 3 weken later, dan heb je op het einde van de rit nog altijd wel een keuken. Het is alleen 3 weken later. En uiteraard heeft dat een effect op je budget op dat moment. Maar ik wil u wel zeggen dat het investeringsbudget elk jaar, en ook dit jaar, is 4,25 miljard. 4,25 miljard. Dus stop ermee. Stop ermee als je dossiers wil kennen, als je wil over spreken. Zorg dan dat je op dat moment ook weet waarover dat je spreekt. Meneer Combe. Ja, het is een stuk concreter dan populist. Ik ken nu plots mijn dossiers niet meer. Ik ga met veel plezier naar de commissiebegroting komen, mevrouw Turtelboom. We gaan dan over de Vlaamse begroting zeer grondig spreken. Ik kan u dat nu al beloven. Ik ga het eens heel concreet maken, omdat je ernaar vraagt. Wat is de reden waarom dat de groei bij ons in het land hoger was de afgelopen jaren na de bankencrisis? Wat is de eerste reden? Weet u dat? De hoofdreden. Nee, maar knik gewoon als u weet wat de hoofdreden is. Waarom? Ja, maar u bent minister van Begroting. Een beetje beleefdheid misschien. Maar... Oké, ik zal beleefd zijn. Ik zal het u gewoon zeggen. De hoofdreden is de investeringen door onze lokale overheden. Dat is de hoofdreden dat we meer groei hadden. Is dat erop, hè? Dat is de hoofdreden dat we meer groei hadden. Meneer Somers zit het hier net te bevestigen. Dan in andere landen. Ik ga u nu uitleggen waarom dat ik het zeg. Je hebt twee dingen, ook in het regeerakkoord. Eén, je hebt beslist dat je een andere structuur naar de lagere overheden gaat toepassen. Dat betekent heel concreet dat je een impact hebt op de investeringen die de steden en de gemeenten kunnen doen. Ze mogen hier allemaal onmiddellijk naar het parlement komen. Ze hebben geen idee hoeveel minder. Maar ik kan het u meegeven, ken er een paar bouwondernemers. Vraag het eens aan bouwondernemers wat hun verwachtingen zijn voor de komende jaren door het feit dat je de lokale investeringen in het gedrang aan het brengen bent. En twee, idem van de provincies. Ik ben hier nu niet aan het bewijzen dat ik mijn dossier ken. Ik wil alleen maar bewijzen dat je voor onzekerheid zorgt in investeringen die veel groter is op het terrein dan wat je hier probeert te verbloemen als zijnde er is geen probleem, 4 en zoveel miljard investeringsbudget. Daar gaat het niet om. De hoofdreden die meneer Van den Heuvel daar straks aanhaalde, wat een meer groei en wat een meer vertrouwen, dan zeg ik, dat is geen reden om het kapot te maken. Hè. En wat een meer groei, die reden, de investeringen van de lokale besturen, en spreek mij tegen meneer Van den Heuvel, die gaan naar beneden. En u weet dat hopelijk als minister van Begroting. Maar ja, zaak... het is een klein... Excuseer me. Het is een klein... Ja, als je natuurlijk echt bekommerd zou zijn om de economie. En als je echt zou wakker liggen van het feit dat we allemaal meer economische groei willen, omdat we dan ook meer kunnen investeren, geen belastingen moeten heffen enzovoort, dan zou je ook weten dat het gemeentefonds elk jaar met 3,5% stijgt. In deze begroting, in deze moeilijke begrotingstijden, stijgt het gemeentefonds elk jaar met 3,5%. Dus wij gaan op een bepaald ogenblik kijken. Ja, we gaan aan slankere overheid. Ja, en we zijn er eigenlijk fier op. Stond trouwens ook in uw partijprogramma, dus alleen een beetje fout berekend. Maar goed, dat is nu een detail op dit moment. Maar de gemeentefonds stijgt met 3,5%. Dus als men zegt dat wij vanuit Vlaanderen de gemeenten hun investeringen gaan droogleggen, dan is dat gewoon manifest onjuist. Meneer Van den Heuvel. Ja, meneer Crombe, de basisvraag is, denk ik, hoe kunnen we dus die groei hier in ons land hoger houden? En dan, ik heb uw alternatief nog altijd niet gehoord, spijtig genoeg. Hè? Dus we hebben denk ik daar nu al verschillende keren rond gevraagd. Nee, maar dat is de capitulatie van de politieke oppositie, vind ik. Hè? Dus dat belangenverenigingen en vakbonden en de verenigingen de maandag hier rond het parlement staat, dat is die hun taak. Dat is absoluut hun opdracht en daar moeten we allemaal respect voor hebben, dat die opkomen voor hun zaak. Maar het is de taak van de politiek om de synthese te maken. En ik stel vandaag vast dat u capituleert als linkse oppositie, want u hebt geen geloofwaardig alternatief geboden vandaag. Minister-president,
Ja, voorzitter, ik wil collega Crombé toch eens even ingaan op wat u zegt over de gemeente. Ik ken dat dossier ook een beetje. Het laatste wat u mag zeggen, dat is dat de dalende investeringen in de gemeente, en die zijn er, dat dit te maken heeft met het Vlaams beleid. De grote kostendrijvers zijn politie, brandweer en pensioenen. Wij zorgen voor een stijging van het gemeentefonds jaar na jaar met 3,5%. En wat het probleem is bij de hele entiteit 2, en dan kom ik bij wat collega Joska zegt, het probleem zit dan niet bij de PPS-constructies. Daar zit het probleem niet. PPS was een poging om op een budgetair orthodoxe manier, want die PPS ter beschikkingstellingsvergoeding, die zijn elk jaar gepland in de uitgavenbegroting. Er is niemand die zegt, we gaan dat niet betalen, die scholen. We gaan die woonzorgcentra niet betalen. We boeken elk jaar de ter beschikkingstellingsvergoeding daarvoor. Het was een poging, inderdaad, om dit niet op één jaar in uw boeken te moeten zetten. Wat Eurostat nu niet aanvaardt ten opzichte van de eerste. En ik zeg u, en alle mensen begrijpen dat, wie hier in dit land koopt een huis, bouwt een huis en zou kunnen leven met de regel dat hij de hele som voor de aankoop van dat huis of voor de bouw van dat huis ook al betaalt, hij of zij daar 20 jaar lang kapitaal en rente voor en kan dat betalen, wie zou dat kunnen boeken op één jaar? En dat is wat de Europese rekeningen met zich meebrengen. En hadden wij dus daarvoor geleend, collega Joska, hadden wij 1,5 miljard euro geleend voor scholen, dan moesten wij ook in het jaar van de transactie de volledige som boeken. En daar zit het probleem. Daar zit dat probleem met het Europees rekeningstelsel. En dat is contraproductief voor de publieke investeringen. En ik hoop dat we elkaar daarin vinden. Ik blijf zeggen, je moet kunnen gaan naar een systeem waarbij zoveel mogelijk publieke investeringen gedaan worden met een budget in evenwicht. Ik pleit niet voor het loslaten van de budgettaire orthodoxie. En we vragen dat ook van onze gemeenten, dat ze aantonen dat ze in evenwicht zijn, dat ze jaar na jaar kapitaal en rente kunnen betalen. Maar als je die grote investering voor een zwembad, voor een gemeentehuis, wij voor scholen, wij voor publieke investeringen in het jaar van de transactie volledig moet boeken, dan ga je in het rood, boekhoudkundig in het rood. En dit is wat wij proberen aan te kaarten bij Europa. En ik ben blij dat mevrouw Thijssen daarvoor bevoegd is. We gaan daar zo snel mogelijk over in dialoog gaan. Mevrouw Lieten. Ja, als het gaat over de investeringen door de lokale besturen. Misschien eerst een aanvulling. Ik heb het toch goed begrepen dat het gemeentefonds wel met 3,5% wordt geïndexeerd, maar dat de specifieke subsidies die er nu nog zijn voor cultuur, sport en jeugd, dat die toegevoegd gaan worden aan het gemeentefonds, maar dat die niet gaan geïndexeerd worden. Dat klopt toch, hè? Dus niet alle middelen die nu naar de gemeente gaan, worden geïndexeerd. Twee, ik heb eigenlijk een specifieke vraag naar mevrouw Homans. En ik hoop ook dat zij hiermee een beetje onduidelijkheid kan wegnemen. Want er is natuurlijk heel veel onrust bij de verschillende provinciebesturen die ook heel veel middelen investeren. Ze hebben nu een eerste ingreep te horen gekregen dat de middelen van het provinciefonds op nul gezet worden. Dat dat ingaat met onmiddellijke ingang vanaf 2015. Dat betekent dus, maar u mag mij, ik hoop dat u me kunt tegenspreken. Maar dat betekent dus dat toch voor meer dan 30 miljoen euro over de verschillende provincies verspreid, die middelen er niet meer gaan zijn om te investeren. En dan een tweede tijding die daar bovenop gekomen is, mevrouw Homans, maar misschien kan u mij ook geruststellen daarin, is dat ik begrepen heb dat u op een overleg met de verschillende vertegenwoordigers van de provincies hebt gezegd dat zij in zaken de persoonsgebonden aangelegenheden, waarvan het regeerakkoord zegt dat die weg moeten bij de provincies, dat u daaraan hebt gezegd dat ze zich nu al moeten gedragen alsof zij in lopende zaken zijn. En dat betekent met name dat heel veel provinciebesturen zich nu afvragen of de investeringen die zij nog gepland hebben in onderwijs, gebouwen, in cultuurgebouwen, of ze die nog mogen verder zetten. En daar zijn heel concrete investeringsprojecten gepland. Goed. Dus mijn vraag is heel duidelijk aan u, mevrouw Homans. Mogen de provinciebesturen die investeringen verder uitvoeren? Ook naar mevrouw Homans toe.
geen actuele vragen. Meneer Joska, en dan kan mevrouw Homans antwoorden. Mevrouw Homans, mijn excuses dat ik er nog even tussen kom, maar ik zat eigenlijk met dezelfde vragen. Aangezien we de actuele vragen gedropt hebben, ga ik misschien toch van de gelegenheid gebruik maken om ze te stellen. Er zitten heel wat budgetten, en collega Lieten heeft het gezegd, binnen dat provinciefonds, maar ook binnen de provinciale middelen, die nu worden voorgesteld als een besparing. We besparen, we schaffen dat provinciefonds af. Maar er zijn heel wat middelen op provinciaal niveau die terechtkomen, die in de welzijn zitten, die ook terechtkomen bij heel wat organisaties, verenigingen. Ik geef u een concreet voorbeeld. De provincie Oost-Vlaanderen die subsidieert de dag van vandaag 75 koorverenigingen, amateur toneelverenigingen. Dat zijn, bij wijze van spreken, dat zijn de plaatsen waar Vlamingen elkaar ontmoeten. U stelt het nu voor, en ook in de septemberverklaring, dit is een besparing. Ik denk dat u zich toch eens goed moet afvragen van wie gaat dat nu overnemen? Hebt u met die lokale steden en gemeenten onderhandeld dat zij dat binnentrekken? En ik kan mij voorstellen, als ik het laatste rapport van Dexia zag omtrent de financiële situatie van heel wat steden en gemeenten, die is niet zo rooskleurig. Of gaat u dat op Vlaams niveau binnentrekken in de toekomst? Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw Liet, ik neem aan dat u refereert naar de recurrente besparing van het provinciefonds. Dus dat is inderdaad recurrent, vanaf 2015 ingeschreven voor een bedrag, als ik me niet vergis, van 37,4 miljoen per jaar. We hebben gezien in het verleden ook toen, en ik denk dat het nog voormalig collega Saus is geweest in het jaar 2000, als ik me niet vergis, toen dat hij een daling van het provinciefonds met 25 miljoen had gedaan, dat eigenlijk de reactie van alle provincies was de belastingen behoorlijk te verhogen. Zelfs dikwijls 4 keer zo hoog dan ze eigenlijk in inspringen hadden moeten doen door het inleveren van die 25 miljoen. De bedoeling van het provinciefonds was ook om een billijke spreiding te krijgen. We hebben gewoon vastgesteld dat het gewoon een bijpassing is bij hun eigen inkomsten die dat ze grotendeels halen uit hun eigen belastingen. En dat het eigenlijk op neerkomt dat er geen billijke spreiding niet meer is, maar dat eigenlijk gewoon elk per inwoner ongeveer 4 euro. Wij vinden dat niet meer nuttig en wij gaan inderdaad dat provinciefonds vanaf 2015 niet meer uitbetalen, wat dus een recurrente besparing betreft van 37,4 miljoen. Ik heb verleden week een zeer uitgebreide delegatie van de VVP ontvangen. Ik heb nadien ook gelezen, mevrouw Lieten, dat u in de krant hebt gezegd dat ik tegen de mensen die dat daar waren, en u was daar persoonlijk niet bij, dat ik zou gezegd hebben, ja, de provinciebesturen zijn vanaf nu besturen in lopende zaken. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Wat ik wel heb gezegd, het regeerakkoord is duidelijk, denk ik, wat de provincies betreft. We moeten samen in overleg met de VVP, ook samen met alle 5 lokale provinciebesturen, overleggen hoe dat we dat gaan aanpakken. Ik wil dat niet eenzijdig beslissen. Ik vind dat ook weinig respectvol, al was het maar ook naar al het personeel dat voor die provincies werkt. Ik vind dat we dat ons niet kunnen permitteren. Het is wel heel duidelijk dat de persoonsgebonden bevoegdheden die nu worden uitgeoefend door de provincies zullen overgedragen worden naar de steden en de gemeenten. En het is een heel systeem als een stad of een gemeente zegt van ja, ik wil het niet of ik kan het niet. Of het is bijvoorbeeld een bevoegdheid die zich spreidt over meerdere gemeenten. Dan bestaat de mogelijkheid dat de Vlaams gewest zegt van ja, wij nemen die bevoegdheid over. Dat is de eerste stap. De grondgebonden bevoegdheden, dat is een ander debat. U weet ook dat er in het regeerakkoord heel duidelijk de mogelijkheid staat ingeschreven dat de 2 grootste steden, Antwerpen en Gent, volledig provincievrij kunnen worden. Dat is een debat die dat we ook nog volledig en absoluut met inspraak van de betrokken organisaties en ook van de VVP moeten voeren. Maar dat staat heel duidelijk in het regeerakkoord. Ik ben absoluut van plan om daarmee door te gaan op een zeer constructieve manier. En als u mij dan nog naar een timing zou vragen, wat u nu niet concreet hebt gedaan, maar ik zal het u toch geven, denk ik dat het beste is om alles te laten ingaan per 1 januari 2017. Goed. Minister Muiters. Mevrouw Lieten, u zei van het gemeentefonds wordt wel 3,5% gestijgd. Met 3,5%. Weet u hoeveel dat bedrag is dat naar het gemeentefonds gaat? Dat is ongeveer 2,3 miljard. U zei maar sport niet. Sport, maar ik zal op sport antwoorden, want dat ken ik goed. Weet u over hoeveel bedrag dat gaat? 16 miljoen. Laat ons niet die 3,5 op 16 miljoen en vergelijken met 2,3 miljard. Nee, mijn actuele vraag is beantwoord, want anders gaat hier straks nog iemand over. Ik weet niet wel, meneer Diependalen was bezig over PPS.
En op die manier gaan we bij allerlei andere onderwerpen terechtkomen. Ik geef nu terug het woord aan meneer Diependalen. Laat het duidelijk zijn, een begroting in evenwicht presenteren in dergelijke moeilijke tijden, met dergelijke omgevingsfactoren, is zonder meer een huzarenstuk. Maar het is natuurlijk niet omdat wij trots zijn dat deze regering deze ambitie heeft gehaald, dat wij blij zijn met besparingen. Niemand doet dit graag. Niemand geraakt hier opgewonden van. Er is echt geen besparingsfetisch te vinden bij de regeringspartners. En ik hoop dat ik daar niemand mee ontgoochel. Maar die is er echt niet. Deze meerderheid is er geen die houdt van besparingen. Om te besparen. Daar houdt niemand van. Uiteraard is het plezieriger om te regeren als het budgetair goed gaat en de spreekwoordelijke cadeautjes kunnen worden uitgedeeld. Het is veel minder plezant als die cadeautjes al uitgedeeld zijn en je genoodzaakt bent om zaken terug af te nemen. We moeten besparen omdat omstandigheden ons daartoe dwingen. Je kan nu eenmaal niet uitgeven wat je niet hebt. Of toch, je kan dat wel. En dat heet schulden maken. En wat gebeurt er dan bij economische groei? Dan hebben we dat geld nodig dat we dan binnenhalen om opnieuw putten te gaan vullen. Dan kunnen we geen nieuw beleid voeren. Dat, collega's, willen we vermijden. Vlaanderen moet klaar zijn om op de trein te springen als de groei terug aantrekt. Maar het is hier de voorbije legislatuur meermaals gezegd, de kaasschaafmethode had haar grenzen bereikt. En er moeten keuzes worden gemaakt. We zijn altijd geïnteresseerd in alternatieven. Deze regering maakt die keuzes heel doelgericht en doordacht. Nadat eerder al bespaard was, zoals daarnet gezegd, op het laaghangend fruit. Van al diegenen die kritiek hebben, vraag ik toch eens concreet wat zij willen. Een begrotingstekort? Belastingen verhogen? Alsof dat de mensen dat niet gaan voelen. Investeringen in schoolgebouwen, rusthuizen of verzorgingstehuizen terugschroeven? En ik had het net over de economische situatie en de prognoses van het planbureau. In de context van de Europese economie wees het planbureau ook op de, en dan komt het citaat dat ik daarnet al gegeven heb, de remmende groeidynamiek van de eurozone, vooral doordat een aantal lidstaten nog steeds kampt met hoge schulden en ontoereikende kredietverlening. Meneer Tobak. Voorzitter, dank u wel. Meneer Diependalen, u heeft daarnet met veel vuur gepleit voor eerlijke antwoorden. En ik hoor nu opnieuw u zeggen, we willen geen nieuwe belastingen. Ik hoor daarnet ook de minister-president met heel veel vuur uitleggen van, we hebben gekozen voor geen belastingen. Nu, mevrouw Jans heeft mij daarnet doen krullen, toen ze niet begrepen had dat het over 25 in plaats van 15 euro ging. Maar nu vraag ik u heel simpel. Die zorgpremie, die dient om een zorgfonds te financieren en die u voor sommige mensen met 100 en voor minder vermogende mensen met 150% verhoogt, zeg mij eens in wat zich dat onderscheidt van een belasting. En ik zal u zelf een begin van het antwoord geven. Het onderscheidt zich van een belasting in die mate dat het niet gebonden is aan wat iemand verdient. Het onderscheidt zich van een belasting, want zo mag het voor u niet heten. U belast wel graag, maar u laat het liever niet zo heten. Het onderscheidt zich van een echte belasting doordat wie minder verdient, meer betaalt. Het onderscheidt zich van een belasting doordat het onfair is. Het onderscheidt zich van een belasting doordat het omgekeerd herverdeelt. En dat is wat u bijna met al de kleine maatregelen die u hier neemt, doet. Dat is een hele hoop prijzen en facturen verhogen voor overheidsdiensten, voor gemeenschapsdiensten. Of het nu gaat over de bus nemen, of het nu gaat over de kinderopvang gebruiken, of het nu gaat om een universitair of hoger onderwijs volgen, en of het nu gaat over investeren in uw toekomstige zorgen wanneer iemand oud en of hulpbehoevend zou worden. U laat dit keer op keer betalen door hogere prijzen die voor iedereen hetzelfde zullen zijn. En ik zal u zeggen wat het verschil is tussen dat en belastingen. Dat is dat wat u doet, het mag zo niet heten, maar het zijn eigenlijk voor alle gebruikers van levensnoodzakelijke maatschappelijke diensten pestbelastingen. En het zijn pestbelastingen omdat ze geen enkele rekening houden. Omdat ze geen enkele rekening houden met de draagkracht van wie van die diensten gebruik maakt en van de draagkracht van wie ze moet betalen. En dus als u eerlijk wil zijn, zeg dan gewoon eerlijk dat u hier belastingen aan het verhogen bent, maar dat u het niet zo durft noemen.
Mevrouw Meuleman. Mevrouw Meuleman. Mevrouw, ja, maar dan kunt u dan repliceren, want mevrouw Meuleman wil er ook op ingaan. Mevrouw Meuleman. Ja, meneer Diependalen, in heel uw speech, wat u de mensen wil doen geloven, is dat er geen alternatief is. Hè. U zegt, wij kunnen niet anders, we moeten snoeien om te bloeien, we moeten besparen omdat het beter zou gaan. Ik heb nog geen alternatief gehoord. Dat is, ja, ik ga ermee komen, meneer Diependalen. Als dat de kracht is... Ja, nu gaan we het weten. Als dat, een stukje toch, als dat de kracht is van de verandering, meneer Diependalen, dat stelt mij enorm teleur. Ik weet, onze twee partijen zijn enorm verschillend. Wij kijken naar de dingen op een andere manier, we hebben een andere ideologie. Maar waar we wel gelijkaardig in waren en in zijn, denk ik... of u predikt het, wij geloven er echt in, wij willen er echt iets van maken, is inderdaad in het feit dat dingen anders kunnen, dat dingen beter kunnen, dat je creatieve oplossingen voor zaken kunt bedenken. Hè? Ik geloofde dat jullie als partij daar ook echt wel voor stonden, dat jullie in de organisatie van een aantal zaken de dingen echt wel anders zouden willen doen. Ik denk bijvoorbeeld aan het onderwijs. Hè. Ik denk ook in sectoren zoals welzijn. Maar wat krijgen we nu? Een nefaste combinatie van de N-VA die wil besparen, 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 en de CD&V die zijn zuilen enorm wil beschermen. Wat zijn de eerste zaken die sneuvelen? Alle netoverschrijdende initiatieven, bijvoorbeeld in onderwijs. Als het gaat over de pedagogische begeleidingsdiensten die samenwerken in een netoverschrijdend initiatief, wordt geschrapt. Als het gaat over de consortia in het volwassen onderwijs die netoverschrijdend moesten samenwerken of om efficiënter te gaan werken, wordt geschrapt. Als je denkt in welzijn, hoe je efficiëntiewinsten zou kunnen boeken door... te gaan samenwerken, door de dingen anders te gaan organiseren. Dat doet u niet. U vervalt in klassieke recepten. En alle creativiteit van de N-VA is verdwenen. Ik zie ze niet. Mevrouw Krevits zegt hier, als het gaat over infrastructuur, we gaan moeten samenwerken. Maar er is een nota. Er is een nota die zegt, net overschrijdend samenwerken, dat zal niet lukken. Waar zit die kracht van de verandering? Het enige wat u kan zeggen, zijn oude recepten en is besparing. Wel, ik mis dat in uw verhaal. Mevrouw Meuleman, is dat het alternatief van Groen? Ik dacht dat jullie juist goede vriendjes zouden worden met de ACV. En nu komt gij hier eigenlijk zeggen, begrijp ik het goed dat jullie eigenlijk het volledige middenveld willen schrappen? Is dat uw besparing? Is vandaar dat het moet komen? He? Gaan we volledig dat middenveld onderuit halen en u gaat als overheid in de plaats treden? Dat is zo wat interpretatie die je kunt geven aan uw woorden. Als dat uw alternatief is, nee, bedankt. Reactie, en, meneer Tobak, ik ga u dat zeer gemakkelijk uitleggen. Hè. Die zorgpremie is bij uitstek een instrument van, luister goed, solidariteit. Dat is bij uitstek een instrument waarmee wij die Vlaamse sociale bescherming willen uitbouwen. Dat is de eerste stap die minister Van Deuzen daarnet zeer duidelijk geschetst heeft. En dat is inderdaad de weg die wij willen opgaan. Om verder te kunnen investeren, waar u ook voor pleit, voor welzijn, in welzijn. Het 500 miljoen dat we tegen het einde van de legislatuur willen opbouwen. Meneer Tobak, repliek. Ja, voorzitter, omdat ik moet mij nu voor mijn geweldig verplicht om even uit te leggen wat echte solidariteit is, meneer Diependaal. Schulden opbouwen, doorschuiven naar de volgende generatie. Zoals vele termen die u ook vandaag al aan het gebruiken bent, gebruikt u het een beetje los uit de pols. Solidariteit, meneer Diependaal, dat betekent dat wie meer kan bijdragen, ook meer bijdraagt, en dat wie minder kan bijdragen, nog altijd een bijdrage levert, maar wel minder. De zorgpremie, en dat is de reden waarom we er jaren met SPA in alle mogelijke regeringen, ook in de vorige waar u er niet aan wou, voor gepleit hebben om die inkomensgebonden te maken. De zorgpremie is in die mate een instrument dat haak staat op solidariteit, dat het van iedereen een even groot bedrag vraagt, los van de draagkracht van een persoon of van een gezin. Het is dus geen solidair instrument. En het is dus absoluut niet solidair, integendeel, het verergert de omgekeerde herverdeling door precies die belasting te verhogen. Door dan ze ook nog een keer zo te verhogen dat degenen met de laagste draagkracht het meeste meer zullen betalen. U gebruikt hier de klank van het woord solidariteit uit uw mond bij zo'n maatregel, dat klinkt eerlijk gezegd voor iedereen die weet waar het over gaat als vloeken. Dus wanneer u solidariteit zegt, meneer, u vloekt. En het is niet in de kerk, het is in de maatschappij dat u vloekt. En dat is wat u doet. En u doet het allemaal omdat u in al de terminologietjes die hier gebruikt worden, er zijn inderdaad 10 eufemismen voor prijsstijgingen in de verklaring van de minister-president, die voor de rest beweert niet wel bespraakt te zijn, maar wel een heel goed synonieme woordenboek had bij het schrijven van die verklaring, omdat het niet zo mag heten. U zegt de hele tijd geen belastingen en dus probeert u dat duidelijk te maken door alles wat een belasting is
op een andere manier te omschrijven. Ik zeg u, het zijn allemaal belastingen die u doet. En u vraagt mijn alternatief, en u heeft dan meneer Krombeven meermaals gevraagd, ik zal u zeggen wat het alternatief is. Het alternatief voor uw soort van onfaire, retrograde en omgekeerd herverdelende belastingen zijn inderdaad echte belastingen. Faire belastingen. Belastingen verhogen, ik ben blij dat we het horen. Maar SPA pleit voor belastingen verhogen. En ik ben... Het land en met wees, de hoogste belastingslast ter wereld. De hoogste last ter wereld. Daar gaat u de belastingen nog eens verhogen. Is dat de zuurstof die u aan de maatschappij wil sturen? Wees tenminste zo eerlijk. Dat u haalt volledig onderuit. Oké, we zetten de microfoons allebei uit. Meneer Tobak. Meneer Tobak. Meneer Tobak. Meneer Tobak. Even een minuut stilte, alstublieft. Ik weet dus echt niet wat u op het laatste gezegd heeft. Ik had het woord gegeven aan meneer Diependalen, maar u blijft dan... Ah, u was in het midden van de zin. Ik dacht dat u gedaan had. Kun u die laatste zin nog eens herhalen, alstublieft? Dank u vriendelijk, voorzitter. Nee, maar ik heb het niet gehoord. Ik heb aan meneer Diependalen gezegd dat wanneer hij daar staat een hoop uitleg te geven... die erop neerkomt dat er geen belastingverhoging is, terwijl dit regeerakkoord en deze verklaring volstaat van belastingverhogingen, dat er inderdaad het enige alternatief voor uw soort van onfaire, oneerlijke, omgekeerd herverdelende belastingen zijn inderdaad faire belastingen. En ik ben niet bang om aan mensen inderdaad te zeggen wat nodig is en wat niet nodig is. Degene die te laf is om uit te leggen dat die belastingverhogingen doorvoert, terwijl hij het absoluut aan het doen is, aan 100 per uur, dat bent u. En ik zou zeggen, als u echt pleit voor eerlijke antwoorden, geef ze dan. En stop met er zo omwegen rond te maken. En stop met valse belastingen te verdedigen en uit te leggen alsof het geen belastingen zijn, want het zijn er wel. En goed, iedereen gaat ze voelen. Dat we hier het voordeel van de duidelijkheid hebben. SPA pleit er niet alleen voor om lasten te schuiven naar de volgende generaties, hè, maar ook om de belastingen te verhogen. In een land waar de fiscale druk nu al de hoogste is van Europa, van de wereld, want daar passen wij voor. Daar doen wij niet aan mee. En weet u waarom, meneer Tobak? Weet u waarom? Om net dat fnuikt de groei die we nodig hebben. Net dat fnuikt de werkgelegenheid. De creatie van jobs, daar gaat het om, meneer Tobak. En als u nog eens de belastingen verhoogt, dan brengt u dat in gevaar. En daar doen wij niet aan mee. Ons economisch weefsel moet hersteld worden, net om mensen aan het werk te brengen. Omdat dat de beste vorm van solidariteit is. Mevrouw daar Turtelboom. Staan wij voor. Mevrouw Turtelboom. Ja, heel kort, maar de creativiteit van SPA kent vandaag echt geen grenzen. Hè? Een zorgverzekering, een zorgpremie betaal je voor een zorgverzekering. Als je nu 50 euro per jaar betaalt en je bent zwaar zorgbehoevend, krijg je 130 euro per maand terug. Ik zie niet in wat dat dan belasting is. Allee, ik weet niet wat uw definitie is van belastingen. Ik denk dat ik u één ding kan zeggen. Weet wat voor u belastingen zijn? Je geeft alles gratis. En op het einde van de rit, dan heft je gewoon belastingen bij iedereen. Dat is uw definitie van belastingen. Maar een zorgverzekering is geen... Een zorgpremie, zorgverzekering is geen belasting. De Tobak. We zijn nu echt de Nederlandse taal aan het heruitvinden. Eerlijk gezegd, mevrouw Turtelboom, wanneer het door een overheid georganiseerd is en mensen dragen eraan bij, in ruil voor het kunnen genieten van die diensten, dan is het een belasting. En u heeft er geweldig moeite mee om dat zo te noemen. U heeft het geweldig moeilijk om het zo te noemen. Maar het is heel simpel. U kan dat dan gebruiksbelastingen noemen, u kan dat inkomensbelastingen noemen, u kan dat alle mogelijke vormen, directe of indirecte belastingen noemen, maar het zijn wel degelijk belastingen. Het verschil tussen u en mij is dat ik niet bang ben om te zeggen dat het dat zijn en dat ik de discussie wil voeren in de eerste plaats over wat er mensen ervoor in de plaats krijgen. En de waarheid is wat u doet, u verhoogt hier een hoop belastingen, in veel gevallen gebruiksbelastingen, u verhoogt hier een heel hoop belastingen, en verzekeringspremies, als u het dan zo wil noemen. Noem het dan voor mijn part verzekeringspremies. Maar u verhoogt een hoop bijdragen en belastingen. En wat u ervoor teruggeeft, is minder dan vroeger. Want u verhoogt de kosten van een hoop dingen en u verlaagt de kwaliteit van de dienstverlening. Dat is wat deze regering aan het doen is. Royans, Vera.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een tijdje geleden het woord gevraagd omwille van een persoonlijk feit. En ik zou maar geen persoonlijk feit, mister, mevrouw Jans, geen persoonlijk feit. Dan zou ik toch van de gelegenheid willen gebruikmaken, voorzitter, om meneer Tobak te bedanken om mij even de gelegenheid te geven wat duidelijkheid te creëren. Want ik zou niet willen dat er onduidelijkheid blijft bestaan. De verhoging is inderdaad van 10 naar 25 euro. Verhoging met 15 euro, die zorgde voor mijn verspreking. Maar meneer Tobak, vergissen is menselijk. Ik onthoud gewoon dat wat voor ons een essentieel onderdeel is en dient voor de zorg van de meest kwetsbare ouderen, door u wordt omschreven als een pestbelasting. Goed, mogen we nu teruggaan naar meneer Diependalen? Ik ga verder. Het planbureau illustreert zo zeer goed bepaalde risico's van politieke keuzes die sommigen misschien zouden willen maken. Namelijk de gevolgen van schulden en opeenvolgende begrotingstekorten zoals we die nu zien in andere Europese landen. En ik heb het daar juist al gehad over de Matteau-doctrine. Ik zou er graag in geloven, want het zou ons werk en dat van de regering veel gemakkelijker en plezanter maken. Maar ik hoop dat het verleden en de crisis waar we nog steeds in zitten voldoende hebben aangetoond dat we als beleidsmakers niet leidzaam kunnen toezien en blind blijven voor de uitdaging die voor ons ligt. Hoe dan ook, vergeet niet dat de overheid, dat de Vlaamse overheid, in de eerste plaats bij zichzelf bespaart. En ook dat is niet gemakkelijk. Ik verwijs naar de inspanningen die we doen bij de administratie, waar we verder werk maken van een slanke, efficiënte en vooral gedigitaliseerde overheid. We gaan voor minder ambtenaren en minder overheidsinstellingen. Of ik wijs op het provinciefonds dat er net ook al aan bod kwam. Vergeet ook niet dat deze besparingen passen binnen een visie. En we krijgen er dus wel iets voor terug, op korte termijn en op lange termijn. Niet alleen verminderen we de belastingen voor de komende generaties, we creëren ook beleidsruimte, zelfs in 2015, ondanks de moeilijke besparingen. We zullen bijkomend investeren in welzijn, naast ook investeringen in onderzoek en ontwikkeling. En deze investeringen zullen, zoals geweten, enkel toenemen naar het einde van deze legislatuur toe. Op die manier wordt een gezonde overheid met een gezonde begroting overgelaten aan de volgende regeringen en de volgende generaties. Ik wil niet dat onze kinderen zullen kunnen zeggen dat deze politieke generatie onverantwoord was. Regeren betekent immers in de eerste plaats vooruitzien. Daarom is deze regering vooral een investeringsregering. Vandaag investeren in mens en maatschappij levert vruchten op voor morgen. Ik had gehoopt dat jullie dat zouden herkennen, maar het staat in de open brief van hart tegen hart. En ik kan dat alleen maar beamen. Ik kom bij. Ja, het is hart boven hart, meneer Van Diependalen. Ah, sorry. Ik hoop dat u dat kunt beamen. Excuus. Ja, voor jullie is het hart tegen hart. Ik geloof dat, meneer Van Dijk. Excuus, meneer Krombeek. Nee, ik wil gewoon, omdat u startte met de regering wil eerlijk en duidelijk zijn. Ik heb de minister van Begroting, ik denk op televisie, horen zeggen, maar corrigeer mij zeker als het verkeerd is, of als ik mij vergis, dat besparen op de overheid eerst komt en dat dat ongeveer 70% is van de hele oefening. Ik kijk even naar de minister. Ik dacht dat het dat ongeveer was. Maar ja, ik wil het gewoon weten, omdat u ook herhaalt, we hebben vooral bespaard op het apparaat, op de overheid. Ik heb een cijfer van 70% gehoord. Het is mij niet zeer duidelijk waarover dat is. En daarom ga ik de vraag heel concreet maken. Iedereen snapt besparen op de overheid als minder ambtenaren. Minder koppen, minder effectief, iedereen snapt dat. Het wordt al iets moeilijker als u begint te zeggen, weet je wat, we gaan provinciefonds schrappen, want we hebben hier gehoord, gemeentefonds gaat stijgen. Ook omdat het stedenfonds daarin steekt natuurlijk. Hè, dat de lokale, dat is juist. Hè. Maar dat is al minder besparen op de overheid, want de voorbeelden van mevrouw Lieten gaven al, en meneer Joska daar straks gaven al duidelijk aan dat dat al gaat over investeringen en projecten. Dat is niet op de overheid zelf. Maar mijn vraag is, als jullie zeggen dat het vooral bij de overheid is dat jullie een oefening doen, bedoelen jullie daar ook mee wat in de regeerverklaring staat, de VRT, de lijn en kind en gezin? Want als het gaat over kind en gezin, is dat dan meer ontvangsten uit de kinderopvang, zoals dat dan mooi heet, de tarieven heroriënteren? Als dat dan gaat over de lijn, bedoelen jullie met besparen op de overheid de gepensioneerden meer doen betalen? Ik zeg dat zeer rustig. Ik vraag het voor de duidelijkheid. Wat zit daar allemaal in als jullie zeggen, we besparen op de overheid?
Aan de VRT en de lijn worden in elk geval doelstellingen opgelegd waar dat ze zelf kunnen overwaken in welke mate dat ze die gaan bereiken. Dat is net zoals in de vorige legislatuur, hebben we dat samen met jullie, blijkbaar verontwaardiging, maar we hebben dat in de vorige legislatuur, diezelfde logica, samen met jullie gedaan, om inderdaad aan hen die, dingen, die doelstellingen op te leggen en aan hen over te laten. Minder ambtenaren, inderdaad, we gaan tegen 2019... Sorry, het is onbeleefd, maar gewoon omdat je mijn vraag beter zou begrijpen. Als jullie zeggen, al die overheidsinstellingen, de VRT, de lijn, kind en gezin, ik tel dat allemaal mee als ik zeg, als minister van Begroting, we besparen vooral op onszelf. Als u nu zegt, en ik denk dat dat de waarheid is, meneer Diependalen, dat u die net hebt gezegd, als u nu zegt, we weten dat eigenlijk nog niet, hoe weet je dan al dat je de meeste besparingen op de overheid gaat doen? Want stel dat de lijn tegen u komt zeggen, in de eerste plaats. We gaan de... Meneer Combe, u hebt mijn woorden verkeerd. Maar... Ik heb hier zeer duidelijk... Meneer Combe. Dank u, voorzitter. Ik ga proberen te herhalen, mevrouw de minister, wat je wel hebt gezegd, en in verschillende interviews, dat is dat de grootste besparing zit op de overheid zelf. En mijn vraag is, als je niet weet wat dat gaat zijn bij kind en gezin, of bij de lijn, heb je dat meegeteld in uw bewering of niet? Dat is een vriendelijke vraag, hoor. Want als het uiteindelijk nog een keer bijkomt naar prijsstijgingen gaat zijn, hè, dat is mogelijk, hè. Dat kan ticketten zijn, dat kan de kinderopvang zijn, tel het dan niet mee. Want ik zie nergens, ook niet in uw tabel die je daar straks aan mij probeerde te geven, dat de bewering klopt dat de grootste besparing op de overheid zelf is gebeurd. Dus je mag het mij tonen, je mag het mij zeggen, ik zie nergens dat de grootste besparing bij de overheid zelf is gebeurd. Ik probeer het gewoon te begrijpen. Ja, ik heb in elk geval gezegd in de eerste plaats, ik denk dat het belangrijk is dat wij als overheid het goede voorbeeld geven. Ja, ga ik verder? Nee, oké. Okay. Ik dacht dat er een antwoord zou komen van de minister, maar... Collega's, het gaat niet over de gemakkelijke, bijna populistische... Maar dan moet de regering dat straks maar beantwoorden, hè, bij de repliek. Nee, goed. Het gaat niet over de gemakkelijke, bijna populistische tegenstelling tussen bedrijven en gezinnen, of tussen gezinnen en overheid. Het gaat erover dat iedereen, het is daar juist ook al aan bod gekomen, iedereen een inspanning moet doen. Overheid en burgers, omdat we allemaal samen blijven vooruitgaan. En ook ondernemingen, meneer Joska. Maar wij weigeren te besparen op investeringen. Wij weigeren ons economisch weefsel zelf te verwaarlozen. De overheid creëert geen jobs, daar zijn we ons van bewust. Maar het is door onze economie te ondersteunen dat de overheid zijn rol speelt in het genereren van tewerkstelling. Wij zijn een kleine regio in een grote wereld. Maar wij zijn een natie die open is naar de buitenwereld. Met een blik naar de toekomst. Een regio die, ondanks de moeilijke conjunctuur, blaakt van vertrouwen. Want Vlaanderen is een topregio en kan die positie behouden op voorwaarde dat we nu de juiste keuzes maken. Zoveel miljoen voor innovatie, uiteraard is dat voor de mensen minder tastbaar dan kinderbijslag of de waterfactuur. Maar we zijn het er allemaal over eens, ik heb daar zeker nog geen tegenstelling over gehoord, dat voor het behoud van onze welvaart een sterk innovatiebeleid fundamenteel is. Kennis is onze kracht, we moeten voorop blijven in het peloton van knappe koppen. Een economie heeft nood aan geschoolde werknemers en een goed arbeidsmarktbeleid. Deze regering blijft werk maken van werk en zal het huidige beleid verder zetten en intensifiëren met de nieuwe bevoegdheden. Want werk en werkgelegenheid zijn veel meer dan alleen maar een inkomen of dan cijfers in een statistiek. Werk heeft ook te maken met sociale contacten, met zelfontplooiing, met omgaan met diversiteit, met het blijven ontwikkelen van competenties. Daarom worden de besparingen in dit beleidsdomein beperkt. De nieuwe bevoegdheid doelgroepenbeleid geeft de kans om een grondige efficiëntieoefening te maken. De Vlaamse regering zal met de sociale partners nog dit jaar een banenpact sluiten over doelgroepen en opleiding en vorming. In het regeerakkoord staat overleg centraal. De titel van dat regeerakkoord is Vertrouwen, Verbinden, Vooruitgaan. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we door dit beleid vooruit gaan. Het klopt dat, zoals voor andere beleidsdomeinen, ook wat werk en economie betreft, niet alle bevoegdheden zijn overgekomen naar Vlaanderen. We kunnen dat enkel vaststellen, betreuren en de hand aan de ploeg slaan om met die bevoegdheden die we wel hebben, verder te werken. Ik reken er samen met jullie op dat ook de federale regering orde op zaken stelt en structureel hervormt. Nu die twee eerste ambities... Een begroting in evenwicht en een gezonde economie, net die twee ambities moeten ons in staat stellen om de derde ambitie waar te maken.
En dat is investeringen in onze samenleving en voor onze samenleving. We maken in 2015 reeds ruimte voor nieuw beleid, 98 miljoen euro, waarvan prioritair 65 miljoen voor welzijn en 20 miljoen voor onderzoek en ontwikkeling, onze twee topprioriteiten. We doen daarmee gegeven de omstandigheden forse inspanningen voor welzijn. Meneer Van Malderen. Ja. Ja, meneer Diependaal, ik ben zeer blij dat u die twee domeinen noemt. En ik zou heel graag even ingaan op het luik rond innovatie. U zegt van, we steken 20 miljoen bij rond innovatie. Ik denk dat iedere cent daar welkom is. We hebben allemaal de rectoren de afgelopen dagen gehoord die grote bezorgdheid uiten over de weg die men uitgaat. Mijn vraag aan u is eigenlijk de volgende. Naast de 20 miljoen die zal worden bijkomend geïnvesteerd, moeten natuurlijk elk van die portefeuilles ook mee onder de zeis van de besparingen. Mijn eenvoudige vraag is, wat blijft er over na de zeis? Wat wordt er bijgestoken met die 20 miljoen? En vooral, waar plaatst ons dat in het meerjarige pad dat is uitgetekend om ergens in de buurt van 2020 bij de beschaafde landen van deze wereld te zitten als het gaat over investeringen in zaken onderzoek en ontwikkeling? Minister Muiters. Het is, meneer Van Malden, ik denk dat het nogal duidelijk is. Elk departement levert besparingen, maar we zullen die 20 miljoen is bijkomende investeringen die in het budget voorzien zijn. En het groeipad gaat naar 500 miljoen in 2019. Met die 500 miljoen zitten we in de richting van de 3%. En u weet dat de 3% gemaakt wordt door 1% vanuit de overheid en 2% vanuit de private partners. Ik denk dat we met een begroting zoals wij die voorstellen en 500 miljoen extra op onderzoek en ontwikkeling duidelijk ons wil om het ondernemerschap verder te bevorderen bevestigen. Meneer Van Malderen. Ja, voorzitter, ik stel vast als we gewoon het gemiddelde doorrekenen dat we dan de volgende jaren niet 20, maar 80 miljoen zullen moeten gaan bijsteken per jaar. Ik wens de minister daar veel succes mee om die 500 miljoen te gaan zoeken. Maar de minister antwoordt eenvoudigweg niet op mijn vraag. Wat blijft er over van die 20 miljoen nadat u op elk van de posten, IWT, FVO en dergelijke meer, bent gaan besparen? Wat gaat er netto meer, is mijn simpele vraag. In oktober wordt de begroting ingediend en zal u lijn per lijn... Ik krijg dus geen antwoord op mijn vraag. Het gaat hier over 20 miljoen in een budget van 42 miljard. U gaat hier zitten zeveren over het onderdeel 20 miljoen. Goed. Voorzitter, als een parlementslid een vraag stelt, wordt dat zeveren genoemd en hij antwoordt niet op mijn vraag. Ik vind dat buiten alle proporties. Meneer Van Malderen, u heeft een vraag gesteld, de minister heeft geantwoord. U heeft opnieuw een repliek gegeven, de minister heeft geantwoord. De minister heeft, luister nu even alsjeblieft, de minister heeft geantwoord dat hij in oktober de cijfers zal mededelen. Goed? Meneer Van Diependalen. We doen forse inspanningen voor welzijn, omdat we niemand willen achterlaten die onze zorg nodig heeft. En die noden zijn groot. Vooral in zaken rust- en verzorgingstehuizen, thuiszorg en semi-residentiële zorg en gehandicaptenzorg bij uitstek. Voor scholenbouw worden vanaf 2015 de klassieke investeringskredieten al in een eerste stap recurrent verhoogd met 50 miljoen euro. Deze cijfers tonen duidelijk aan dat deze regering wel degelijk investeert in de toekomst. Het klopt gewoon niet dat deze regering kil of koel zou zijn. Sommige materies zijn zo belangrijk dat ze transversaal en terugkomen in alle beleidsdomeinen. Zij zijn als het ware de verantwoordelijkheid van elke minister. Dat is zo bijvoorbeeld voor armoedebestrijding. Deze regering wijkt niet af van de ambities van Pact 2020. Dat is ook in het kader van het regeerakkoord en het debat dat we toen gevoerd hebben, zeer duidelijk gesteld. Dat houdt onder meer in dat in 2020 in Vlaanderen elk gezin, ongeacht de samenstelling, minstens een inkomen heeft dat de Europese armoederisicodrempel bereikt. Elk lid van de Vlaamse regering zal tijdens deze legislatuur werken aan de realisatie van concrete doelstellingen voor sociale grondrechten. En bij alle besparingen handhaaft deze regering ook sociale correcties voor de zwakkeren. Die zijn ook daarnet al aan bod gekomen. Waarbij deze correcties op doordachte wijze soms worden uitgebreid zelfs. Zoals bij kinderopvang, waar de sociale correctie ook een middel is
om de werkloosheidsval tegen te gaan. Nu, een aantal maatregelen waren in theorie gratis, maar in de praktijk zeer duur. Wij staan voor een eerlijker beleid, waarin mensen die het echt nodig hebben, extra ondersteuning krijgen. Wij laten niemand achter. We sluiten niemand uit. Telkens vanuit een filosofie van rechten en plichten, van vrijheid en verantwoordelijkheid. Daarom zetten we al jaren in op een integratie- en inburgeringsbeleid. Dat beleid slaat aan. Het is een verhaal dat we als open gemeenschap al jaren schrijven en dat verhaal willen we blijven verder zetten. Het is trouwens mijn overtuiging dat we dat verhaal eerder te laat dan te vroeg zijn beginnen schrijven. Uitgerekend als minister van Inburgering pleitte Geert Bourgeois voor een fris en open Vlaanderen, dat van nieuwkomers verwacht dat ze deelnemen aan de samenleving zonder hun identiteit achter zich te laten. Nederlands leren, aan het werk gaan, zich in straat, buurt en stad integreren met gelijke rechten en plichten. Niemand twijfelt eraan dat hij als minister-president die visie op een open Vlaanderen zal aanhouden. En ik verwijs natuurlijk ook naar de uitspraken van de minister-president begin deze maand, waar hij beklemtoonde dat discriminatie op de arbeidsmarkt verwerpelijk is. En ik kan hem daar alleen in bijtreden. In zijn septemberverklaring heeft de minister-president ook benadrukt dat ook andere acute problemen, zoals het fenomeen van de Syrië-strijders, ook door de Vlaamse regering zullen worden aangepakt. Om daarmee enkele mensen hier in de zaal gerust te stellen. Dat was maandag al gezegd. Collega's, de minister-president blikte terug op onze maatschappij vanaf 1914. En inderdaad, onze maatschappij staat er nu beter voor dan toen. Maar het moet ook de ambitie zijn van deze regering om de minister-president in 2024 en 2034 in zijn speech te laten meedelen dat Vlaanderen dan sterker staat dan nu in 2014. Het moet de ambitie zijn van deze regering om daar nu de juiste keuzes in te maken, om daar nu de eerste stappen voor te zetten. Deze regering presenteert een begroting in evenwicht. Zij investeert waar nodig en nogal onderbelicht in dit debat. Zij realiseert een omslag in het denken en wil een einde maken aan alle regelneverij, betutteling, planlast en ga maar verder. Dat is misschien minder meetbaar, maar even belangrijk als ondersteuning voor bedrijven, verenigingen, scholen en vooral voor leerkrachten moet het dringend worden aangepakt. Zij moeten immers in de eerste plaats voor de klas staan. Ik ben er oprecht van overtuigd dat Vlaanderen over 5 jaar meer klaar zal zijn voor de toekomst dan het nu is. Met dit regeerakkoord en met deze septemberverklaring neemt deze regering, deze meerderheid, neemt zij haar verantwoordelijkheid. Dank u wel. Meneer Janssens. Ja, dank u voorzitter. Meneer Diependalen, ik heb bewust gewacht tot het einde van uw toespraak en ik heb u bewust niet onderbroken omdat ik hoopte dat er nog een verandering zou komen in de kernboodschap die u hier via dit Vlaams parlement aan de Vlamingen wilt brengen. Maar u bevestigt het beeld dat afgelopen maandag ook al door de minister-president werd achtergelaten, namelijk het beeld van een rekenmachineregering. Veel cijfers, veel planbureaus, veel groei, maar weinig visie, weinig ambitie voor de toekomst van Vlaanderen. Ah ja, een begrotingsevenwicht is inderdaad een nobel streven. Maar is het echt alleen maar dat? Waar is het enthousiasmerende? Waar is het verbindende toekomstproject voor alle Vlaanderen? Ah ja, we hebben inderdaad de minister-president horen zeggen hoe het nu in Vlaanderen beter is dan 100 jaar geleden. Maar hoe het er de komende jaren, hoe het er over 15, 20 jaar beter zal uitzien dan nu, daar hebben we geen antwoord op gekregen. En dan vraag ik mij toch oprecht af, is dit inderdaad alles wat wij tot nu toe gehoord hebben, is dat dan die beloofde grote verandering? Of waar zit die verandering? Ik zie ze in elk geval niet. Op één uitzondering na, er is inderdaad één verandering in vergelijking met de vorige septemberverklaringen. Het was deze keer helaas te vergeefs wachten op een
communautaire passage. Het was te vergeefs wachten op ook maar één alinea, die enige Vlaamse moed, die enige Vlaamse lef verwoordde. Het was wachten op één woord over waar N-VA, waar deze regering met Vlaanderen naartoe wil gaan. Waar wil u met Vlaanderen, waar wil u met deze deelstaat naartoe in de toekomst? Het blijft oorverdovend stil wat dat betreft. En dat in tegenstelling tot heel wat andere landen, heel wat andere regio's in Europa. Kijk maar naar Schotland, kijk maar naar Catalonië, waar op dit moment het debat over autonomie, over zelfstandigheid volop hoedt, terwijl dat debat elders in Europa volop hoedt, wordt Vlaanderen in zijn streven naar meer zelfstandigheid door deze Vlaamse regering in een kunstmatige coma gehouden. Meneer Janssens, Diependalen. Het is natuurlijk een begrotingsdebat en dan kan je dat moeilijk zonder cijfers, maar ik heb begrepen van u dat, meneer de minister-president, ook ik geen Martin Luther King of ander begenadigd spreker ben. Ik zal Peter mijn best doen de volgende keer dan zeker. Meneer Janssens. Ja, meneer Diependalen, dat is natuurlijk wel helemaal naast de kwestie. Ik heb helemaal, ik heb helemaal niet over uw stijl of uw manier van spreken gesproken. Het laat mij koud hoe u de dingen verwoordt. Ik heb alleen maar een probleem met wat u verwoordt, of vooral in dit geval wat u niet verwoordt. En dat is de ambitie voor Vlaanderen. Dat is een Vlaams Nationale Partij die een visie heeft op de deelstaat Vlaanderen. En het gaat nu niet alleen over dit debat, dat misschien een begrotingsdebat is in de septemberverklaring, maar kijk eens naar het regeerakkoord. Welke communautaire passages over de komende 5 jaar zitten er in het regeerakkoord? Geen enkel. Ik wil er niet onbeleefd zijn en voortstappen en niet reageren, hè. Maar ik heb geprobeerd om in mijn speech zeer duidelijk aan te gaan welke keuzes wij met deze regering maken. Wij zijn in de eerste plaats een begroting in evenwicht. Dat is goed voor Vlaanderen, meneer Janssens. Vlamingen moeten daar dankbaar voor zijn. Daarmee doen we echt wel een grote inspanning dat dat goed is. Ten tweede, we gaan onze economie ondersteunen. Waarom? Om jobs te creëren. Om werk te creëren. Dat is goed voor Vlaanderen, meneer Janssens. Alle Vlamingen hebben daar baat bij. En ten derde gaan we zorgen dat we investeren in welzijn. Door die twee eerste ambities, een begroting in evenwicht en de ondersteuning van onze economie, zorgen dat we een ondersteuningsbeleid, een investeringsbeleid kunnen voeren in welzijn voor die mensen die het nodig hebben. Meneer Janssens, dat is goed voor Vlaanderen. Dat is goed voor alle Vlamingen. Goed. Woord, wederwoord. Twee keer, meneer Janssens. Ik voorzitter. Ik laat ook collega Diependalen rustig aan zijn middagpauze beginnen, want ik zie dat andere collega's intussen al op weg zijn naar de koffiekamer of de lunch. Maar we zullen hier straks zeker nog op terugkomen. Dan, dames en heren, zijn we aan het einde gekomen te werken te midden voor vanmorgen. We komen om 14 uur opnieuw bijeen om onze agenda verder af te handelen. De vergadering is gesloten.